Want de mensen die een Nederlands paspoort hebben en hier wonen, die blijven hier. En hun kinderen ook. Dus we moeten het gewoon met elkaar kunnen gaan vinden. Ik had misschien best de klok terug willen draaien dat het niet zo was gegaan. Maar dat is te laat nu. Dus het is te laat. Dus de PVV kan op zijn kop gaan staan en de grens dichtgooien. Dat heeft niet zoveel zin, dat negativisme. Globalisering is echt een agenda. En waar het door is gebeurd, omdat ja, al die andere dingen die zijn verdacht geraakt. Ja, dat is dramatisch. Nederland is echt, wat dat betreft, ideologisch echt opgeheven. Maar het is echt weg met ons. Ik denk dat men heel liefdevol dacht, we gaan die open grenzen mogelijk maken. En dus niet zelfhaat, maar... Ja, hallo. Wat je uit het hele verhaal weglaat, is de oorsprong van dit. Zeg maar de expansieve opstelling van de NATO. De manier waarop niet met Rusland is gecommuniceerd. Dus jij neemt van één kant de argumenten over en van de andere kant niet. En zo praat je een oorlog. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is tijd voor het nieuws van de week van zondag 15 september. En aan tafel zitten, weer opgeknapt, Jelle van Baardewijk en Jort Kelder. Zeker. Heren, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Een tijdje geleden, Jort, dat je er was. Ja, ik heb in de coronatijd wel 1 of 2 keer hier gezeten. Misschien 3 keer, ik weet het niet meer. Een aantal keer aan tafel. Ja, lekker kritisch was het toen op hoe de media... Op mij natuurlijk, want ik had het gedaan. Want ik kende Rutte en ik ben het publieke omroep. Dus het was mijn schuld. Ja. Dat is duidelijk. Nou, zullen we een heel kleine reflectie doen op hoe de media sindsdien gefunctioneerd hebben? Ik ben benieuwd, dat je zei net, ik wil het hele gebouw eigenlijk opblazen. Ik zei in het voorsprek even, het zou goed zijn als het hele omroepbestel even opgeblazen werd. Ja, dat leek mij heel verstandig, dat moet je wel doen. Om het beter te maken, niet om geen publieke omroep meer te hebben. Nee, maar al die omroepjes en al die meneertjes en mevrouwtjes met overheadbanen daar in Hilversum, dat kan natuurlijk wel iets beter. Maar ik laat me meestal niet uitnodigen bij dit soort shows om de hele tijd recensies van de publieke omroep te geven. Dan kun je namelijk gewoon zien door het aan te zetten. Dan kun je er van alles van vinden. Ja. Het neigt hier, laat ik zeggen, links van het midden neigt het. En dat is misschien gezien de verkiezingsuitslag in Nederland ook niet heel goed. Ben je er nu definitief weg? Nee, helemaal niet. Ik heb radioprogramma's, slash podcast. Dat hou ik ook. Dat doe ik met veel plezier. Dat is ook NPO. Avrotros, dat is zeker NPO. En dat is ook belangrijk, want dat heeft ontzettend veel jonge luisteraars. Niet op de radio, maar op de podcast. Zelfs een van de grootste podcasts van de publieke omroep. Dat trekt 100.000 jonge mensen. Ik vind dat van groot belang. Eerlijk gezegd van groter belang dan die talkshows. Want ik heb meer jonge mensen op mijn podcast dan naar die talkshow überhaupt kijken. Welke talkshow dan ook zo'n beetje. Dus ik stel dat nu, ik heb niet alle cijfers precies scherp, maar dat zit echt wel in de buurt. En ik ga ook wel weer series maken waarschijnlijk. Er is in principe een akkoord voor een idee om een programma over de niet de 0,1%, of niet de 1%, maar de 0,1% over de allerrijkste mensen in de wereld. Vooral in Nederland. En wat moeten we daar nou mee? Ja, nou, dat is misschien ook wel een leuk boompje om straks nog even op te zetten over die erfbelasting. Want daar is de laatste tijd weer een hoop over te doen. Er zat ook over gaan, ja. Nou, laten we even beginnen, nou ik bedoel ook nu zo meteen even. Maar laten we beginnen met de absolute actualiteit. Wat wij nemen, zoals de vaste kijker weet, op vrijdag op. Vrijdagmiddag. En eigenlijk hebben we net, het was zo, gaan we opnemen of gaan we nog even de presentatie van Schoof van het regeerprogramma bekijken. Ja, toen zei jij, Schoof is zo saai, laten we er niet naar kijken. Nou, ik dacht, het is spannender om er gewoon in te duiken. En bovendien, ik heb liever 10 minuten meer tijd om met z'n drieën te praten dan dat we gaan zitten kijken. We hebben dat dus allemaal nu nog niet gelezen, nog niet op tafel. Het is wel zondag, maar ergens is het natuurlijk ook dinsdag. Dan wordt het in de Kamer gepresenteerd, dan wel verdedigd. Dan ik heb wel dingen gescand net hoor, even snel. Ja, nou laten we voor zover we er... het is een soort disclaimer vooraf, een soort waarschuwing. We zitten er allemaal niet heel diep in, maar we hebben wel de eerste contouren gezien. En Jelle, we zijn natuurlijk benieuwd wat jij ervan vond. Ja. Brand los. Zo'n regeerakkoord staat vol met clichés. En de kunst is om dat dan zo te lezen dat je ziet wat de grote veranderingen zijn. En dat is moeilijk als je maar een half uurtje hebt. Maar een paar dingen vielen mij meteen op. In zaken energie gaan we naar kernenergie. Dus er komen 4 kerncentrales. Dat was al een plan, maar dat plan wordt nu echt gerealiseerd. Dat betekent toch dat de oude koers van windmolens en zonne-energie, hoe zeg je dat, op een lager plan wordt doorgevoerd. En dat Nederland daarmee toch de stappen naar energie-onafhankelijkheid gaat maken. Dat wordt ook zo uitgesproken, wat best bijzonder is voor een land dat zo erg leunt op andere landen. Kernenergie is natuurlijk ook lang een taboe geweest vanwege het afval. We waren energie-onafhankelijk, we hadden gas, maar oké, dat mocht niet meer. Ja, dat was dan tot...
ja, tot de Oekraïneoorlog. Ja. Ja, en Groningen gaat dicht, staat er ook in. Dus er wordt geen gas meer uitgehaald. Maar er wordt een gasveld aangeboord in de Noordzee. Ja. Dus, Nee, dat gaat hem niet lukken. Joh. Dat is helemaal niet rendabel. Je hebt een paar hele kleine gasveldjes. Daar trekken ook commerciële partijen zich al terug. Dat is gewoon helemaal niet interessant. Hm. Ik bedoel, je kan de laatste druppeltjes eruit zuigen. En dan verdien je misschien een paar honderd miljoen. Maar dat schiet natuurlijk ten opzichte van slochteren is dat helemaal niks. Ja, het staat er toch in. Maar ja, natuurlijk. Ja. Ze moeten dat als idee doen. Ja. Ja. En slochter is echt dicht, hè? Ja, dat is eigenlijk ook. Ja, maar goed, over dat gas kunnen we heel lang praten, maar het is heel dom hoe we dat hebben gedaan. Sneu voor de Groningers. Dom aangepakt. Veld nooit gestabiliseerd. Er zijn natuurlijk veel technici die zeggen: je had dat veld. Moet, als je het stabiliseert, dat je geen aardbeving hebt, dat technisch mogelijk schijnt te zijn. Ik ben geen mijnbouwkundige ingenieur. Maar dan had je dus gas kunnen blijven winnen, terwijl er ook veiligheid werd geboden. Wat doen ze nu? Ze gaan niet het veld stabiliseren en ook geen gas winnen. Ze zijn en arm en onveilig. Hmm. Dus we hebben nu de worst of both worlds. Omdat de politici het zo lang uit de hand hebben laten lopen dat ze deze waarheid niet meer onder ogen willen zien. Dat ze nou weet je wat, we zetten gewoon de stop erop. We storten het vol met beton en we doen net of het niet meer bestaat. En dus volgens allerlei rapporten is er nog een aanzienlijke kans voor grote aardbevingsrisico's. Dus ja, we zien het wel. Het is heel zonde hoe het is gegaan. Ja, dat... En heel dom vooral. Ja. Nou, dus, pijnlijk. Dat staat dus niet in het regeerakkoord, deze informatie. Nee. Er zijn andere dingen die ermee te maken hebben. Bijvoorbeeld de nieuwe mestcrisis. Die komt er eigenlijk op neer dat we produceren te veel mest. Kippen, varkens, koeien. En nu is er een soort van secundaire maatregel wanneer je handelt in beesten. Wanneer je handelt in beesten, buiten de familie, dan is er een soort afroomregeling. En dat betekent dat je, stel je wilt 30 koeien verkopen, dan kan dat dus maar bij 20. Nou, of wanneer je boerderij zeg maar doorerft, dan kan dat wel. Maar als je hem verkoopt, dan moet je een deel van de veestapel opgeven. En dat is interessant, omdat een BBB-kabinet, dus hier toch een soort... beleid van de Wal, van Rutte 4 eigenlijk doorzet. En mest, hè, dat heeft ook alles te maken met stikstof. En dus die stikstofcrisis die krijgt nu een ander gezicht eigenlijk. Het verbaasde mij wel dat dit zo werd doorgevoerd. Mm-hmm. En dat er niet, zoals bij het derde dossier, dat van Faber en de vluchtelingen, een crisis wordt uitgeroepen. Maar eigenlijk toch verder wordt gewandeld op de reeds ingeslagen weg. Mm-hmm. En dat is toch wel, toen ik ook Caroline van der Plas hoorde gisteren, die zei van nou, als er echt gedwongen vee wordt afgenomen, dan trekt mijn stekker eruit. Hè. Dus dan gaat ze uit het kabinet. Maar ja, wat is gedwongen? Hè? Als het gaat om een soort secundaire maatregel bij overerving en verkoop, dat is dan ook weer niet echt gedwongen. Maar aan de toon van haar, ik vind haar best een oprecht politica. In de zin van, zij laat best wel eens wat van zichzelf zien. Ze is best mediageniek op haar manier. Ja, bekroopt mij het gevoel van, jij weet zelf niet wat je gedaan hebt. Nou, dat denken heel veel mensen tijdens de onderhandelingen. Dat BBB daar iets heel onhandigs heeft gedaan. Er was natuurlijk een taboe op verplichte uitkoop. Snap je ook wel, een boerenbedrijf, dat ligt er emotioneel. En traditioneel, geschiedenis, familie. Maar er lag een enorme som geld bij. Ik geloof, ik meen wel 10 miljard voor uitkoop. In ieder geval miljarden voor uitkoop van boeren. Met andere woorden, boeren die ook eigenlijk stiekem wel wilden stoppen. Heel veel boeren hebben geen opvolging. Werden allemaal miljonair. Op kosten van de belastingbetaler. Dat hebben ze eruit gehaald nu. Dus als er nu iemand, niet eens verplicht, maar vrijwillig stopt, krijgt hij dat geld ook niet meer. Dat is best wel een domme actie. Dus miljarden zijn van tafel. Dat was een soort meer. Ze hebben het een soort principe, begrijp ik. En ze hebben vaker tegen haar gezegd: Caroline, weet je dit zeker dat je dit doet? Zou je dit nou wel doen? Maar nee. We zijn tegen verplichte uitkoop. Dus dat geld moet van tafel. Dat gaat ook niet meer gebeuren. Maar dus de mensen die toch al wilden stoppen, die krijgen dan geen geld. Ik vind het echt een blunder. Terwijl voor Nederland is het natuurlijk wel eerlijk, hè? Want waarom zouden al die boeren zoveel compensatie verdienen? Volledig met jou eens. En ze hebben ook nog een beroemde vrijstelling van winst. Dus ze hoeven geen belasting te betalen over de winst die ze op de grond maken. Ja, nee, boeren zijn natuurlijk sinds de oprichting van Europa natuurlijk met honderden en honderden en honderden miljarden gesponsord. Dat zijn helemaal geen ondernemers, dat vinden ze zelf wel. Maar een enkeling daar gelaten leven die mensen gewoon op staatssubsidie. En ze vinden dat ze daar recht op hebben.
En daarom hebben wij zo goedkoop voedsel relatief. Nou, die dingen kunnen ook naast elkaar bestaan. Hè? Boeren kunnen wel degelijk ondernemend zijn. Want je hebt ook heel veel boeren die echt wel veel initiatief hebben. En er komt heel veel bij kijken. En enorme investeringen doen. Nou, en in de touw bij de bank hangen. Dat snap ik ook hoor. Nou, ja, dat dus is ook zo. Maar het is als je per saldo kijkt van wat is het rendement van de boeren. En kijk, de jongens in de zaden, in de tuinbouw, die verdienen miljoenen. Mm. Die doen het fantastisch. Grote investeringen ook. Maar als je kijkt naar de melkboeren, zijn natuurlijk erg afhankelijk van die melkprijzen. Bijvoorbeeld het grootste vleesbedrijf in Nederland, Fion. Dat is een coöperatie van, je kan zeggen, Brabantse boeren. Dat is structureel verliesgevend. Dus die hele industrie heeft een hele geringe toegevoegde waarde. Terwijl er vanuit Europa natuurlijk al jaarlijks tientallen miljarden natuurlijk ook nog eens naartoe gaat. Ja, dat moet wel. Wat mij ook opvalt hè, nu bij dit beleid, nu, zoals Schoofd het heeft uitgeschreven, dat het is weer een soort one size fits all beleid. Dus je ziet bijvoorbeeld in de kippenwereld is best wel veel geïnnoveerd. Bijvoorbeeld in het verwerken van die mest, die verkorreling van mest. Ja. Dat is echt wat anders weer dan de varkenswereld. Dan heb je nog biologische boeren die weer op een andere manier denken. En nou komt er toch één maatregel die dus te maken heeft met het verhandelen van vee. En dan kun je wel afvragen van een kip is toch wat anders dan een varken. Zeker als die op een biologische boerderij staat. Ja. Dus de abstractie van de modelaanpak weer is het is een herhaling van die problematiek van die stikstofmodellen. Dat je hebt het idee van, ken je het Nederlandse terrein wel? Hè? Dus heeft dit kabinet wel onderhandelingsruimte willen creëren ten opzichte van Europa? Nou, ik denk het toch wel. Nou ja, dat is waar ze voor zijn opgericht. Ja, maar ja, je gaat twijfelen aan de competenties van met name dan Femke Wiersma. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook een beginner. Ze heeft een beetje politieke dingetjes gedaan in Friesland, maar natuurlijk niet op dit niveau. Maar even, je kunt ook zeggen, wat natuurlijk veel commentatoren denk ik gaan doen, dat weten wij nu nog niet, gaan zeggen, ja luister, de ambtelijke logica, die hele langzame bureaucratische molens, die krijgen ze toch weer in het gareel. Dus in feite de niet te temmen vierde macht zegt gewoon, ja Femke, je kan het wel willen, maar het gaat niet gebeuren. Ja. Dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Ja. Nou, ik heb net wat gezegd over energie. Ik ben bang dat ambtenaren gelijk hebben. Ja, vaak. Ja, nou ja, dat is de continuïteit in beleid. Je kan het daar niet mee eens zijn, omdat je niks van Brussel wil weten. Maar, Nou ja, daar moeten we het zo meteen ook maar over hebben, naar aanleiding van Draghi. Maar, is het niet vrij fundamenteel dat ze van die depositiemodellen nu af willen en meer willen gaan kijken naar de daadwerkelijke productie? Bijvoorbeeld op het gebied van stikstof. Dat leek me wel een reden. Ik zit niet zo goed in het dossier als jullie, maar dat leek me wel een césuur met het huidige beleid. Ja, dat is wel een verbeterstap. Nu begrijpt ook de berekenaars wel weer het idee van ja, oké, nu gaan ze echt meten hoeveel stikstof er is. En dat blijkt dan toch ook best wel veel te zijn. Dus de vorige modellen waren eigenlijk modelwerkelijkheden. En nu komt er een empirische toets. Dat kan ook heel erg tegenvallen. Maar kijk, het heeft heel erg te maken met zogenaamde natuur. Ik krijg niet veel te veel aandacht. Boeren, 1,5% van de economie, we hebben het over je. Nou ja, het is wel 65% van het land. Precies. Daar ligt ook een probleem. Hoge symbolische waarde. We misschien andere dingen mee kunnen doen. Ik ben niet tegen het boerenbedrijf. Hè. We hebben de beste boeren van de wereld. We hebben een waanzinnige productie per hectare. Dus laten we zeggen, die kennis niet kapot maken. Maar waarom moet het allemaal hier? Maar het heeft meerdere kanten. Je moet heel veel mest erbij gooien om een beetje productie te hebben. Je kan beter in Noord-Frankrijk een tarweveld hebben hoor. Maar het heeft meerdere kanten. Bijvoorbeeld ook biodiversiteitsbeleid. Dat is helemaal gereduceerd in Nederland tot Natura 2000 gebieden die beschermd worden. En die bescherming die wordt dan weer vertaald naar stikstofbeleid. Hè? Dus je kan wel zeggen, is het niet een veel te smalle discussie? Mm-hmm. Maar het is toch eigenlijk wel een brede discussie. Want het gaat ook eigenlijk, ons natuurbeleid komt eigenlijk ook hierop neer. En het is ook veel te schraal. Hè? Je zou er wel eigenlijk wat meer willen doen aan biodiversiteit dan alleen het beschermen van die toch redelijk willekeurig aangewezen Natura 2000 gebieden. Ja. Dus het heeft met de boeren te maken, maar het heeft ook met natuurbeleid te maken. Zeker. Ja. Ja, dus wat doe je op de Biesbos of de Wadden? Ja. En is dit dan genoeg? Als je dan Europees gaat kijken, waar ga je het dan doen inderdaad? Hè? Want dan kun je ook nog nationale voedselproductie en voedselveiligheid. Oekraïne, maar, de graanvelden. Met hier en daar een raketinslagje. Nou ja, dan hoef je het in ieder geval niet meer om te ploegen. Daar komen we straks misschien ook nog even op te spreken. Ik gok dat jij nog even door wilde naar migratie ook. Dat heb ik eigenlijk wel een beetje besproken. Want volgens mij, je ziet dus dat Faber eigenlijk al wekenlang het voorbereiden is, ook via de media, dat er nu een asielcrisis is. En in zekere zin was die er altijd al volgens mij. Maar nu is die ook uitgeroepen. En dat betekent dus, net als in coronatijd, dat er handelingsruimte ontstaat. En je hebt het ook al gezien bijvoorbeeld, dat er nou toch waarschijnlijk grenscontroles komen in Duitsland. Dat Nederland ook zegt, interessant, kunnen we ook gaan doen.
En binnen het regelsysteem kan dat niet. Maar binnen een crisisbepaling zou je ver kunnen gaan, volgens mij. Dat zou wel een andere zeitgeist worden. Want dat betekent het, als je straks met Duitsland de grens overgaat, dat 1 op de 4 auto's aangehouden wordt. Niet echt een stap voorwaarts, zou ik zeggen. Wat ik er zo raar vind aan die controle. Kijk, als je naar Ben-Gurion gaat, op het moment wat lastig, airport in Tel Aviv. Dan word je eigenlijk al een paar kilometer voor die luchthaven voor je opgepikt. En dan bekijken ze je al. Want ik ging daar een keer heen. En ik dacht, ja, nou gaan we het krijgen. Ik sta daar straks in mijn onderbroek. En 1,5 uur lang verhoor voor al mijn rabiate opvattingen. Alleen maar Arabieren worden aangehouden. Dus compleet etnisch geprofileerd. Ze hebben volledig geprofileerd. Ja. Maar eigenlijk, als je dus niks op je kerfstok hebt potentieel. Dan wandel je gewoon door. Je hebt nergens last van. Wat gaan wij doen? Gaan we iedereen lopen aanhouden? Hey, dag meneer Kelder, zeggen ze dan op Schiphol, mag even uw koffer open? Ja, nee, er zit een bom in. Ik bedoel, het is zo irrationeel, dus doe dit even intelligent. Ik snap dat hier ook reserves met privacy en zo zijn, dat snap ik natuurlijk wel. Maar alsjeblieft, laat de technologie even voor je werken, zeg. Wat een stelletje idioot. Dus dat er een vent je paspoort te vragen. Ja, nee, zeg maar. Terwijl we weten dat ze gewoon jongens met een mediterraan uiterlijk gaan aanhouden. Dat weten we, maar officieel gaan ze het paspoort vragen. Nou, daar komt eens in de zoveel tijd waarschijnlijk iemand bij te staan. Om te zorgen dat het wel... Dat er ook wel blanke mannen dat er niet etnisch geprofileerd wordt. Ja, wat, nee. Ja. Maar ja, in ieder geval, wat betreft deze dossiers. Ik had net een gesprek met Arnoud Jaspers, komt ook spoedig online. Dus over energie, over... wat hebben we nou nog meer besproken? Asiel. Ja. En biodiversiteit, dan bekijk dat gesprek. Dan gaan we er nog veel verder op in. De mestcrisis en zo. Of de mestcrisis, ja, is dat dan een mestcrisis? Dat is geen beleidsmatige crisis, maar wel een mediacrisis. Maar vind je, laten we ook even een grotere lijn. Dit is een kabinet wat met een, nou ja, een mini-revolutietje aan de macht is gekomen. Hè. PVV werd ineens de grootste partij. Moet een enorme belofte bij een deel van de kiezers, toch een kleine meerderheid van de kiezers, inlossen. Vind je dat ze daar in de buurt zitten? Of is dit een en al teleurstelling aan elkaar geniet? Ja, nou, ik vind dat de PVV het goed weet te framen, want het zal maar veranderen. Ja. Want echt een grote ingreep. Ja, maar als je een crisis uitroept, betekent nog niet dat je het probleem hebt opgelost. Dat is natuurlijk het punt. Ja. Nou, is het niet gewoon een soort race binnen Europa wie het minst aantrekkelijke migratiebeleid heeft? Ja, maar het lijkt me een PR iets in de hoop dat het rumoer rondgaat en dat er minder naar ons komen, dat ze bij de buren aankloppen. Maar dat is ook de enige strategie die nu zou kunnen werken. Als je uitzoomt op die hele, wij hebben zeker buitenlandse werknemers nodig, we hebben ook een andere structuur van de economie nodig, niet alleen maar domme handjes, maar gewoon intelligentie dus, zou ik zeggen. Zet in op productiviteitsverbetering, op automatisering, noem maar op. Dus niet alleen maar nog meer mensen in dit land, want daar zijn goede redenen voor te bedenken omdat je dat niet zou willen. Maar we gaan eigenlijk de lekkage aan de grenzen gaan we proberen op te lossen. Maar het echte probleem, dat was natuurlijk een paar maanden geleden in de Kamer, een verhit debat over het begrip omvolking. Een beetje onzin, semantische discussie, een beetje naar woord natuurlijk. Maar Nederland is een multiculturele samenleving geworden de afgelopen 30 jaar. Eigenlijk in één generatie zijn wij... is de homogeniteit van de bevolking radicaal veranderd. Kijk gewoon in de grote steden. Dus je kan de lekkage in de grenzen stoppen. Dan komen er nog een paar duizend in plaats van 100.000 binnen. Maar die multiculturele samenleving is er. En ja, misschien helaas of niet. Maar we hebben het ermee te doen. Wat ik de moeite daarvan heb. We hebben het vooral van links altijd goed moeten vinden. We hebben er nooit een gesprek over. Maar ik bedoel, Paul Scheffer heeft het een beetje geprobeerd. Er is nooit gesprek over gegaan. En als je een samenleving zo snel, in zo'n korte tijd, van karakter laat veranderen, dat is gewoon zo, dat kun je zien, dan krijg je dit soort fricties in een samenleving. En dus door alleen aan de buitenkant, het optische van we zetten de buitengrens dicht, wat we moeten doen, ik zeg het even heel soft, maar ook een beetje aardig tegen elkaar zijn, want de mensen die een Nederlands paspoort hebben en hier wonen, die blijven hier en hun kinderen ook. Dus we moeten het gewoon met elkaar kunnen gaan vinden. Ik had misschien best de klok terug willen draaien dat het niet zo was gegaan, maar dat is te laat nu. Dus het is te laat. Dus de PVV kan op zijn kop gaan staan en de grens dichtgooien. En ook een klimaat van scheppen waarin iedereen die niet twee witte voorouders heeft zich bijna schuldig zou moeten voelen, dat heeft niet zoveel zin, dat negativisme. Ja, nou ik denk dat ik het wel mee eens ben. Maar ik bedoel... Kijk, je hebt zo'n onderscheid tussen migratie en integratie. Ja. En we hebben heel erg die multiculturele samenleving uitgelegd in termen nu van ze zijn er. En we zijn dus meer een pluriforme cultuur geworden. Ja. En ik denk wel dat het opnieuw tijd is om na te denken over wat is nou eigenlijk Nederlanderschap, wat is burgerschap. Ja. En daar hoort ook bij bijvoorbeeld hoe ga je om met zorg. Zorg voor je kinderen, maar ook hoe ga je om met zorg voor je ouders en met de verzorgingsstaat.
En ik denk dat de discussie ook voor een deel inderdaad met die vluchtelingen te maken heeft. Hè? Mm-hmm. Of het lek waar jij over spreekt. Maar het heeft ook te maken met expats. En kennismigranten en universiteiten die helemaal vol zitten met buitenlandse studenten en geen Nederlands spreken. Ja. Het zit eigenlijk op drie punten. Ja. Ja, en ik denk dus wel dat we zijn nog steeds heel verlegen als het gaat om over integratie praten. Dus iedereen begint meteen. Ja, Nationaal Historisch Museum, dat is toch een soort van belachelijk. En wat is dan Nederlands historie? Als je zegt van een taaltoets, dan worden ook allemaal grapjes over gemaakt. Ja. Ja, terwijl je zal toch in die richting moeten gaan denken. En men zegt altijd dat ze dat in Amerika beter doen dan smeltkroes. Ik weet dat niet. Daar hebben ze natuurlijk dat hele land opgebouwd uit mensen van buiten. Wij ook trouwens, als je heel ver teruggaat. Kijk, we hebben in het begin van de eind 16e, begin 17e eeuw natuurlijk ook zo'n enorme influx gekregen van buitenlanders. Dat waren wel hoogopgeleide Joden, protestanten uit zuidelijke Nederlanden vooral. Sefardische Joden ook. Dus dat bracht ons op een hoger peil. Ineens hingen er gordijnen voor de ramen in Amsterdam. Dat hadden we nog niet gezien daarvoor. Er kwam iets bij. We gaan nu natuurlijk een beetje de andere kant op. Alleen het ingewikkelde vind ik altijd, maar dat is niks nieuws, is er hangt nog steeds een taboe omheen om er iets over te zeggen. Omdat je heel snel in de racistische hoek valt. En dat is natuurlijk onzin. Want wat we willen is een bevolking die gewoon vriendelijk is, waar geen godsdiensttwisten gelden, waar geen nieuwe normen zijn, dat er niet een naakt meisje op een affiche mag hangen hier of zo. Maar al dat soort gevoeligheden die wij, toen wij jochies waren, natuurlijk helemaal niet bestonden in Nederland, die ineens geïntroduceerd zijn in Nederland. En zeg je dan, we dwingen eigenlijk de nieuwe Nederlanders om meteen naar de liberale 70er jaren uitgangspunten van Nederland te gaan? Of zeg je van, nou, misschien moeten wij een beetje conservatiever worden? Wat vind je? Ik vind wel dat je nu, Jelle weersprak het niet echt, je smokkelt een soort valse tegenstelling in het debat in. Je kunt natuurlijk heel goed zeggen wat Pim Fortuyn ook zei. Je moet eerst de badkuip dichtmaken en dan zeggen oké, in dit vaartuig, in deze therapeut gesproken, in deze veilige bedding gaan wij met elkaar weer een land vormen. En op het moment dat je het zo opengooit en niet alleen dus opengooit in de zin van kenniswerkers of in de zin van seizoensmigratie, maar dat je het opengooit in de zin van met name moslimmigranten, en niet alleen. Dan gaat het niet alleen om de islam. Nou, laten we zeggen niet westers. Dan gaat het ook om bepaalde Arabische invloeden. Dus het gaat niet per se alleen om dat geloof. Maar dat je zegt, we maken die badkuip eerst dicht. Dat doen we ook symbolisch. En vervolgens gaan we met elkaar daarbinnen aan de klus. Hè? En jij brengt daar een soort van, je mag niet over dat lek praten. Het is eigenlijk onzinnig als je dat niet doet. Ik denk dat je het allebei moet doen. Ik ben het niet met je oneens. Okay. Ja. Nou, dan hebben we het over, dan hebben we het gewoon over wat we binnen die badkuip, hè, hoe we dat met elkaar. Ik denk dus een paar dingen. In de eerste plaats heb je dus weer een beschavingsoffensief nodig. En hele basale dingen, dus de meritocratische uitgangspunten van werken naar talent en woekeren met je talent. En überhaupt werken. Dus dat is heel raar, maar heel veel mensen die hier nieuw bij zijn gekomen, die werken niet. Ja. En volgens mij is het een heel evidente eigenschap van een modern kapitalistisch land, dat je in principe werkt. Dat is ook belangrijk voor de eigenwaarde. Wie niet werkt, zal niet eten. Ja, ik vind ook dat het onderwijsbestel daar nog niet helemaal ideaal op aansluit. Dus het is soms ook best moeilijk als je uit Oekraïne komt of uit een Afrikaans land om hier een studie te volgen. Ik snap niet helemaal de geslotenheid van de hoger onderwijsinstituten. Soms in mijn eigen collegezalen zie ik ook vaak, er zijn er 300 stoelen en dan zitten er 200 studenten. Dat komt trouwens niet omdat de bepaalde studenten van mij niet zouden zijn, maar die collegezalen zijn gewoon ingericht op hele grote groepen. Er kunnen gewoon mensen bij. Dus ik vind ook dat hoger onderwijs niet helemaal de verantwoordelijkheid neemt in het activeren van mensen. Latent potentieel. Heel veel mensen werken niet, omdat ze ook het idee hebben, ik wil niet schoonmaken, ik wil wel iets meers doen. Maar dat lukt dan niet, want dan moeten ze voor opgeleid zijn. Of dan hebben ze een soort halve opleiding tandheelkunde in Iran gedaan. Wordt dan hier niet erkend. En dan moeten ze hier nog, 6 jaar studeren. Terwijl ze al 3 jaar gestudeerd hebben. Dus daar kunnen we soms best wat flexibeler over zijn, denk ik. Dus dat is toch iets in termen van beschaving en activering van mensen in hun werk. Ik denk dat belangrijk is. En het tweede punt is toch, je kan wel in termen van een badkuip spreken of van geslotenheid, maar we op het niveau van de mensen die wel productief zijn, halen we echt heel veel studenten en kenniswerkers hierheen. Ja. Waar we eigenlijk geen normale eisen aan stellen. Dus expats kunnen hier echt voor 30% minder belasting 5 jaar lang wonen. Ik had eigenlijk gedacht dat Pieter die helaas als ze 70.000 euro verdienen, geloof ik. Ja, maar dat is de kans. Ja, dat is wel, bij ons wel verdienen ze dat allemaal. Ja. Ja. Maar moet het ook niet over hele praktische dingen hebben die ik bijvoorbeeld ongemakkelijk vind? Kijk, ik noem 2 voorbeelden. 1, gewoon fietsen.
Wij hebben allemaal geleerd, fietsen is net als voetbal een klasseloos iets waar iedereen in Nederland aan doet. Dus van iedereen, de rijke arm, iedereen zit op die stomme fiets. Behalve allochtone kinderen, want die hebben geleerd, niet geleerd fietsen en zwemmen. En in hun cultuur is een fiets eigenlijk iets armoedigs. Moet je een scooter kopen of een fatbike. Hoe krijg je nou dat soort, gewoon Hollandse kinderen gaan gewoon naar een school op een fiets, punten uit of wandelen voor mijn part, maar niet zo'n stomme fatbike. Ander ding, dat is eigenlijk veel groter probleem, wat ik vaak hoor. Ik weet niet of het zo is. Ik heb niet de onderzoeksgegevens. Jij weet dat veel beter in het onderwijs. Wij hebben ontzettend veel technici nodig. Dan hoor je dat tweede, derde generatie kinderen met een migratieachtergrond. Ja, als ik in een technische opleiding, mbo-opleiding, laat ik dat even zeggen om te beginnen, of hbo. Ja, dan ga ik in een blauwe overhand lopen. Dat tijd mijn opa die een gastarbeider was. Dus ik ga hbo, juridisch, communicatie, iets waarvan ik zeg, alsjeblieft stop met deze onzin, wat een overbodige studie. Dus hoe krijg je nou dat statusding, die ook heel goed begrijpt vanuit hun achtergrond, dat je dat, want als nou 60% van de kinderen in de grote steden zo'n achtergrond heeft, moet jij eens even gaan uitrekenen hoeveel technische studenten we straks hebben. Nou, echt heel veel te weinig. We hebben nu al te weinig, maar het wordt nog veel erger. En daar zou ik een soort, ja, weet je wel, voor de wet is iedereen gelijk, moet iedereen hetzelfde behandelen. Maar er moet echt aandacht voor komen op een warme manier, niet op een hatelijke manier. Ik geloof dat de hatelijke weg, dat levert misschien 1 of 2 partijen verkiezingsoverwinning op, maar dat gaat ons niet verder helpen. Ze hebben een Nederlands paspoort, ze blijven hier. Nou, we motten het ermee doen. Nou, dan komen we ook een beetje op, de klassieke rechtse oplossing is, denk ik, geld. Dus waarom is het eigenlijk zo dat je evenveel betaalt voor een collegegeld betaalt voor een PABO-studie als voor een economie- of psychologie-studie? Moet je gewoon radicaal mee stoppen. Je moet gewoon direct zeggen PABO gratis. De haal je in 8. En technische studies, wij betalen je kamer. Je hoeft, je krijgt gratis. Liever dat. Nu komen dus al die buitenlandse studenten hier een technische studie doen. Dat zit helemaal vol met buitenlanders. Ja, en die vertrekken weer. Ja. Ja. Ja, dus prima, je mag hier geld studeren, maar je moet wel 10 jaar hier werken. En anders, waarom zouden we... Ja, is het naïef geweest of is het vaak wat ze D66 verwijten, een soort haat van Nederland? Ja, ze hebben eigenlijk zo'n hekel aan Nederland, dan bij Engels gaan praten. Wat zit hierachter? Ja. Gewoon naïviteit? Nou, ik denk wel dat globalisering, zeg maar, historisch cultureel gesproken, een nieuwe ideologie was voor de generaties na de Tweede Wereldoorlog. Ja. De nazistaat was ouderwets, de kerk was ouderwets, de communisme was ouderwets, maar de nieuwe wereld was die van mensenrechten en grenzeloosheid. En daar hoort het Engels bij. Ja, ja. En dat is dan helemaal gerationaliseerd met wetenschappers communiceren ook in het Engels. Maar goed, het is ook gewoon een prikkelsysteem. Hè? Dus Engelse publicaties stellen extra zwaar. Universiteiten worden per student betaald. Dus hoe meer studenten, hoe meer geld in het laadje. Dus het is eigenlijk een agenda. Het is een klassieke globalisering, echt een agenda. En waar het door is gebeurd, omdat al die andere dingen die zijn verdacht geraakt. Dus het is dramatisch. Dus echt, Nederland is echt, wat dat betreft, ideologisch echt opgeheven. Maar het is echt weg met ons. Of is het dat andere is veel beter? In de geest van jouw observatie net, van laten we niet haat, maar liefdevol erover spreken. Ik denk dat men heel liefdevol dacht, we gaan die open grenzen mogelijk maken. En dus niet zelf haat, maar... Hallo, daar zit ook enorm voordelen aan. Het is ook een soort monsterverbond. Hè? Ad heeft dat een paar weken geleden erg mooi uitgelegd. Een soort monsterverbond ook tussen kapitaal en die linkse ideologen geweest. Ja. Dus wij heffen bepaalde reactionaire vormen van religie en patriarchaliteit. Dat heffen we op door de boel te openen, globalisering te bevorderen. En daar is dat kapitaal vervolgens opgesprongen. Ja. En die hebben die boel ook opengehouden. En ook heel erg vervolgens die nationale staat nog verder ondermijnd. Ja, dus zou je nog een klein voorbeeldje geven van waar ik heel erg van schrok? Maar in jouw generatie was het ook nog hip om een beetje Engels te spreken. Zodat met Engels gelardeerde Nederlands. Ja, al die boomers en die postboomers, die zijn toch allemaal... Ik ben geen boomer, schat. Ja, maar je bent een post... Je bent grijzer dan ik. Ja. Je bent 20 jaar ouder dan ik. Ja, kan je nagaan. in mijn hoofd niet, geloof ik. Nou, ik weet niet. Dat Engels was misschien een beetje stoer. Kijk, je hebt nu bijvoorbeeld... Ik doe heel veel dagvoorzitterschappen. En dan zit er in een zaal met 500 man, dan zitten er 6 mensen die geen Nederlands spreken. Dan moet alles in het Engels. Waardoor al die hakkelende Nederlanders zich niet in het debat mengen, moeilijk. En je voelt een enorme barrière. Ik heb er echt een hekel aan. Ik denk echt, vind het echt de minachting voor onze eigen taal. En ik snap best wel dat er een paar mensen dan van buiten komen. Maar je geeft ook echt iets weg. Dat was een mooi nieuwtje deze week. Dat de raad van bestuur, volgens mij, van de Erasmus. Daar had de studentenraad gevraagd. Heel mooi. Die studentenraden komen nu in opstand. Dat is wel mooi te zien. Want? Dus die studentenraden hadden gezegd, we willen eigenlijk wel dat er minstens bilingual vergaderd wordt.
Maar hè, als er één taal is, dan Nederlands. En de raad van bestuur zei, daar hebben we geen geld voor. Dus er wordt in het Engels worden al die vergaderingen gedaan. En wat ze nu als oplossing hadden aangeboden... Op de Leidse Universiteit. Overal? In Erasmus. Alle universiteiten. Rotterdam. Maar de oplossing van, het college van bestuur was geweest om alle raadsleden, dus die studentenleden, allemaal een cursus Engels aan te bieden. Dat was de oplossing. Jezus. Ja. Dus dat... Nou, nog even die heftigheid van die globaliseringsagenda te illustreren. Maar kwam een verhaal te horen van een jongen die speelt viool, verdienstelijk. Zeg maar een 8, dus geen 10. En maar die zou best naar het conservatorium willen. Maar dat kan niet. Want er zijn niet genoeg plekken voor Nederlanders. Op onze echt conservatorium? Ja. Er zijn allemaal buitenlanders die veel beter zijn. Mm. Dus ze krijgen dus die conservatoria, die worden hoofdzakelijk bezet door Japanners, Polen, Spanjaarden, Duitsers, die dus hier viool, piano, saxofoon spelen. Mm. Op het hoogste niveau wereldwijd. We voeden ook dat hele, dat hele internationale web van concerten en die relaties en netwerken. Dus dat doen we heel goed. Maar het is heel ernstig dus. We realiseren geen eigen kweek meer. Okay. Dus maar die nu, mensen die worden dan geïmporteerd. En gewone jongens, hè, die gewoon dus in Nederland gewoon met burgerlijke kom af, die denken van nou, ik kan best goed viool, maar niet zeg maar gedrild zoals klassiek Mozart noemen. Maar gewoon iemand met talent die dat dan wil en die dan gewoon nul op het rekest krijgt. Mm. Ja, dit kan niet. Dit kan echt niet. Ja, maar dit kan echt niet. Ik zou echt als ik minister van Onderwijs zou, ik zou het echt sluiten. Ik zou echt zeggen waar... Als onze eigen conservatoria niet toegankelijk zijn voor onze eigen jongens en meiden, wat doe de deuren dan maar dicht? We zijn hier toch geen concertgebouw voor Rusland en voor Oekraïne en voor Spanje? Wat? Ik weet niet waarom iemand... Half is leuk, maar ja. Ja, maar een ander voorstel... Dat is met ons belastinggeld. Er zit ook een financiële kant aan. Ik wil een ander iets vragen over ook een beetje onderwijsachtergrond. Als we nou... die regering is... zeker vanuit de PVV geïnspireerd, anti-ontwikkelingssamenwerking. Het helpt allemaal niet. En er zijn best wel rapporten over gemaakt dat, laten we het voorzichtig zeggen, het niet al te even efficiënt besteed is en niet direct tot meer ontwikkeling heeft geleid. Dus ze schrappen ongeveer het hele budget. Maar als we nou eens bijvoorbeeld, kijk, de basis van welvaart is goed bestuur. Rule of law, instituties, ongelooflijk belangrijk. Je kan gewoon in een ranking in de wereld zien waar de rijke landen zitten. Is altijd goed bestuurd, stabiliteit. Je kan naar de rechter die niet corrupt is enzovoort. Als we nou de nieuwe intelligentia van, laten we zeggen, de zich ontwikkelende wereld opleiden. Gewoon op onze kosten. Dus we doen een kwotum van 20% buitenlandse studenten. Moeten allemaal talenten zijn. We stellen één eis. We gaan jullie fantastisch op. Wij betalen het allemaal. Je gaat je land leiden. We hebben een derde van Suriname hier binnengekregen. Die wonen hier. Ik gun het ze allemaal van harte. Maar het is krankzinnig dat een derde van het land hier woont. Terwijl ze zelf een roversnest hebben achtergelaten. Want het is gewoon een drugseconomie geworden. Onder meneer Boutersen. Maar ik vind, je kan het ook positief bekijken. Dus als we buitenlandse studenten hebben die hier zijn opgeleid. En die een goed gevoel van Nederland moeten hebben. Maar zorg dat die andere landen rijker worden. Dan hoeven wij de grens ook niet dat af te sluiten. En er is helemaal geen noodzaak meer voor. Ik vind wel, welvaartsverschillen in de wereld. Zijn 100 redenen om te kijken waar dat vandaan komt. Maar het heeft wel iets van doen met opleidingsniveau. En met gewoon, meer met cultuur, denk ik ook eerlijk gezegd. Maar gewoon een systeem bouwen van welvaart. Kijk, welvaart is een keuze. Ik geef vaak in mijn stukjes die ik schrijf het voorbeeld van Singapore. Dan worden dan links mensen heel boos, want ze vinden Singapore een dictatuur, omdat daar een familie de baas was. Een soort hedendaags Pruisen. Maar die hebben gewoon gezegd, luister, we zijn nu een arm derde wereld. We zijn een aanlegstijger in een moerasdelta of in een moerasgebied. Weet je wat, we moeten goed worden ergens in. Want we zijn een soort puntje van Maleisië. We werden eruit gegooid door de Maleisiërs. Nou, de Maleisiërs zullen spijt hebben inmiddels. En die hebben gewoon Papi Winsemius ingehuurd. We zeiden, we worden de beste luchthaven, de beste zeehaven, de beste financiële haven inmiddels. Als je je daaraan houdt, hebben we voor nodig topambtenaren. Geweldige mensen die geweldig betaald worden. Die ook gerankt worden, die ook ontslagen kunnen worden als ze niet functioneren. Dat is in Nederland al een beetje moeilijk. We moeten niet corrupt zijn, dus we zetten de hoogste straf op corruptie. Ze hebben laatst een minister ontslagen waar allemaal corruptieschandalen omheen circuleerden. Niet bewezen, maar bam, die vliegt er meteen uit. Ze zijn er best wel hard in. En dat vind ik dus zo fascinerend. Misschien ben ik te technocratisch, maar welvaart is een keuze. Nou, je zegt wel, ik denk dat je in het begin van dit voorbeeld een heel essentieel iets aanstipt. Namelijk, wij willen graag. En dan begint de rest van dit verhaal. En dan zijn er inderdaad middelen om rijk te worden. En ik heb dit ook wel eens hier gepropageerd. Hè, waarom, als je inderdaad... En daar zit ook niet alleen het hen opleiden, maar dat moet jou ook iets kosten. Als je wil dat Afrika niet massaal hier naartoe wandelt, over 20 jaar of over 10 jaar, dan zul je moeten zorgen dat je ze in ieder geval niet uitknijpt voordat je er een hek tussen zet. Ja. Hè, dat helpt ook inderdaad met
dat verlangen in hoeverre ze hier naartoe willen komen. Ver, maar dat moet denk ik, en ik vraag me af hoe jij dat dan ziet, dat moet wel uit die mensen zelf komen. Ja. Er moet wel ook een bepaald ethos bestaan waar dat bij aansluit. Hè. Dus het Singapore, daar kun je dus over nadenken. Dat is heel anders dan het Engelse model waar het op gestoeld is. Ja. Nou, Singapore lijkt wel denk ik in zo'n opleidingssysteem. Alleen er zit een Aziatische werkcultuur natuurlijk in. Dat is heel hard werken. En Singaporezen zijn minder gelukkig dan wij, omdat de druk er zo hoog is om een topopleiding te halen, dat ook heel veel kinderen in elkaar klappen. En het is natuurlijk ook een gecontroleerde samenleving. Ik bedoel, het zou voor mij persoonlijk als type niet heel geschikt zijn, maar voor een samenleving als geheel wel succesvol. Zwitserland heeft die keuze gemaakt. Denemarken vind ik eigenlijk altijd een land die bijna alles net iets beter doet dan wij. Niet heel veel beter, maar net iets beter. En dat zie je dus op die rankings. Hè. Wij zijn nu de laatste 10 jaar eigenlijk al die rankings een beetje, hè, competitiviteit, innovatieve kracht, noem maar op, zijn we gewoon aan het zakken. Oh. En die Denen gaan al van een beetje omhoog. Nou, het is een goed moment om het over Draghi te gaan hebben. Ja, want die zegt eigenlijk in dat rapport dat hij deze week presenteerde dat Europa enorm achterloopt in de productiviteit. Ja. En daarmee zou ik ook wel zeggen tegen Jort van stel je niet te veel voor bij de goed georganiseerdheid van Nederland. Het is echt al 5 over 12. Dus het is, dat Draghi-rapport is wat dat betreft ook wel ontluisterend. Ja. Ja, de grootste bedrijven van de wereld, een paar hebben we er, ASML. Maar het merendeel is gewoon zeg maar in de nieuwe digitale revolutie is gewoon Amerikaans en Chinees. En vier van de 50 techbedrijven zijn Europees. En dan komt het ASML erin. En eigenlijk is het zo dat die hele grote bedrijven die pikken gewoon de Europese consument kaal. En we staan erbij en we kijken ernaar. En hij wil dan 800 miljard per jaar gaan investeren. Maar dat is nog heel erg vanuit de filosofie dat als je geldzakken gooit, dat je dan iets kan creëren. Dat moet ik nog maar zien. Maar goed, enorme paradigmawisseling in beleidsmaken dat hij überhaupt over industriebeleid begint. Want we zijn eigenlijk de afgelopen 30 jaar zeg maar, met die globaliseringsagenda samen een soort grote consumptiesamenleving geworden. En ook studeren, eerlijk gezegd, Jort. Ik heb best goede studenten, maar heel veel studenten werken er heel veel bij. He? Dus het hele serieus nemen van studeren. Het hele idee dat als je hier een studie volgt, dat je dan een ander land kan gaan opbouwen. Nou, er zijn wel hele basale dingen hoor, die wat uitleggen zijn ook op de universiteit. Ja. Dus de eisen mogen echt wel flink omhoog. Je kan toch een elitevorming doen? Ja, nou ja, dus dan kom je natuurlijk ook bij dat is ook een beetje de vraag van dat beschavingsoffensief. Moet je niet toch nieuwe onderwijslagen gaan installeren? Zowel op HBO als WO-niveau. Dat je zegt van ja, kijk, zoals vroeger de hotelschool. Dat stelde echt iets voor. Omdat je gewoon 5 dagen in de week daar moest staan. Heel veel stages. Kijk, het was niet het intellectuele niveau van de studie filosofie. Maar het was wel drillen. Weet je wel? Daarom gaan de hotelschool. Beste van de wereld. Ja. Ja. Jongens, er zijn heel veel mensen op de hotelschool die later ook echt heel succesvol worden. Omdat ze gewoon gewoon keihard gedrild zijn. Dat is waar. Maar jullie hebben het over elitevorming. Het is in Nederland al enorm taboe om maar 1 of 2 jaar brugklas te hebben. Je moet naar een lange brugklas toe waar je nog allerlei keuzemogelijkheden hebt. Want je kunt niet een kind op zijn 11e of zijn 12e al vastpinnen op MAVO, HAVO, VWO, VMBO, HAVO, VWO. Want dan beneem je ze keuzemogelijkheden. Dus je gaat naar lange, brede brugklassen toe waarin je dus als gymnasiast met een VMBO-T'er zit. En de tempo dus omlaag gaat. We zijn een categoraal gymnasium. Maar ik zei niet voor niks dat op verschillende niveaus een excellentiecultuur nodig is. We hebben ook echt wel, vooral op. Kijk, op universiteiten is er nog niet zoveel aan de hand. De elite kan vrij goed voor zichzelf zorgen. Hoewel ik er net wel over klaagde en ik kan al wel veel meer over jeremiëren. Maar de mbo's hebben we echt wel verwaarloosd. Dus je kunt ook op mbo-niveau kan je echt excelleren. Dat de grootste groep. Dat heeft iets te maken met de intensiteit van lesgeven. Met bepaalde handelingen verrichten. Daar kan je heel verstandig in worden. Terwijl ondertussen is het duidelijk niet iets waar je vmbo'ers naartoe stuurt. Ja, dan moeten we dus dat beschavingsoffensief hebben we echt nodig. En ik vond eigenlijk dat Draghi ook liet zien in dat rapport, ook in wat de rankings is van instituten en zo, dat gevoel had ik al. Ik bedoel, van de week las ik ook in de krant dat bij 1 Volkswagen wordt ongeveer €300 op verdiend. Winst. Terwijl 1 Tesla wordt €3000 op verdiend. Ja. Dacht €900 en €3000. Nou, dat is wel een groot verschil. Ja, maar dat komt omdat hij Draghi is natuurlijk heel nuttig. Want hij heeft heel veel werk verzet om gewoon dingen neer te zetten. Alleen zijn oplossing is hopeloos. Ja. Ja, ja. Oplossing is een totale overschatting van wat politiek en overheid kan. Nou, we knallen er 800 miljard in per jaar. En dan komt het goed. Nou, we hebben het gezien, de vorige 200 miljard die hij geregeld heeft voor zijn eigen land mede, is natuurlijk dat geld, zeg maar, het Europese steunfonds geweest. Is 200 miljard naar Italië gegaan. Nou, je moet het rapport hier weer heel even lezen. Dat verdampt gewoon aan alle kanten. Dat verdwijnt naar de maffia, naar de inefficiëntie. Mensen die allemaal hun huis hebben verbouwd nu op kosten van de Noord-Europese belastingbetalers, gestoord gewoon. Maar
Ja, ik heb ook wel zwak voor, ik wel zwak hoor voor die Italianen. Als ik daar rondloop en als ik dan zeker, ik heb van de zomer ook weer gezien, het verschil tussen Italië en Frankrijk. Dat is ongelooflijk. Ja, maar Frankrijk is socialistisch. Frankrijk is een kaal, leeg land waarbij het idee waar is de creativiteit. En dan kom je Italië binnen en dan, het is ongelooflijk hoe creatief. Oh, die zin. Ja, een heel warm met een rijke detailhandel, veel grote bedrijven. Onderschat een bedrijf. Vast half corrupt, maar ja. Maar Noord-Italiaanse bedrijven zijn natuurlijk ijzersterk. De regio Lombardij, zeg maar, rond Milaan-Turijn is sterker dan Noordwest-Europa waarschijnlijk. Het maakt ook heel veel vuil en ze parkeren hun geld allemaal in Zwitserland. Dat doen ze dan wel weer slim. Dus ze betalen natuurlijk geen belasting. Maar dat komt omdat de overheid daar van niemand is. Maar wel garant staat. Maar even toch van Draghi. Ik schreef vandaag een stukje in het Financieel Dagblad. Wat ik iedere vrijdag doe, over wat zou nou vast een hele simpele oplossing zijn waar wij niet van willen horen. Maar is dat die kijk, de verbazing is altijd, hoe kunnen die Amerikanen nou zo rijk zijn? Hoe kan dat nou? Amerika is een prestatiemaatschappij, dat kan je allemaal niet leuk vinden. Ik vind het een heel lelijk land in veel opzichten. Alle steden zijn vermomd, gezondheidszorg kun je allemaal dingen van denken. Onderwijs, ze hebben geweldige universiteiten, maar ze hebben onderop heel veel bagger. Nou. Maar toch, de Amerikanen verdienen bijna $20,000 per hoofd van de bevolking meer per jaar dan wij nog steeds. En dat gaat altijd maar door. En dat komt toch deels ook omdat ze zijn gewoon agressief competitief. En dat leidt kennelijk ook in een hele kapitaalmarkt, zoals in Californië, waar ontzettend veel financiering voor jonge bedrijven. Ze schieten gewoon met hagel, ze financieren 100 bedrijven. Eindeloos veel geld en er zitten een paar winnaars bij en dan komt er een Google of dan komt er een, OpenAI. Dat is interessant en daar gaat meneer Draghi allemaal niet voor. Meneer Draghi gaat natuurlijk allemaal heel grote commissies gaan straks dat geld uitlopen delen. Ja, laten we het even wat meer context geven. Want het Draghi-rapport, dat is eigenlijk op verzoek van von der Leyen, die een nieuwe commissie nu gaat aanstellen voor de komende 5 jaar. En Draghi is natuurlijk de bankfluisteraar geweest. En die heeft nu een uitgebreid onderzoek gedaan. En daar is een rapport met 190 aanbevelingen uit voortgekomen. En hij zegt, we moeten eigenlijk naar Europese veiligheid moeten we gaan kijken. We moeten gaan kijken naar innovatiekracht. We moeten de markt open houden. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten uit dat rapport. En de headline, de grote kop boven dat stuk is toch wel 750 à 800 miljard per jaar in die economie gaan pompen. Ja. Dat zit deels in beveiliging en dat zit deels, als ik het goed... Oh, en energie is trouwens de derde. Dus veiligheid, innovatie en energiebeleid. Energie en veiligheid natuurlijk in Europa erg met elkaar verbonden zijn. Maar hij zegt, we hebben geen goedkope energie uit Rusland meer. Mm. Dus daar moeten we een oplossing voor vinden. Dat veiligheidsvraagstuk, we moeten nu echt naar een Europees leger toe en er moet meer innovatie komen. Nu heb ik ze mooi op een rijtje. Die innovatie, daar zit natuurlijk, dat is het punt waar jullie meteen op springen. En waarvan jij ook zegt, kijk eens naar je innovatiekracht. Niet door middel van allerlei subsidies of allerlei anderszins. Je zou strategisch in industrieën kunnen investeren. Dat hebben de Amerikanen natuurlijk met hun defensieindustrie heel makkelijk. Hè? Daar is best wel veel spin-offs van. Maar om nou een leger als de Amerikaan na te gaan streven, lijkt me niet zo verstandig. Bovendien zijn defensieinvesteringen vrij inefficiënt. Je hebt heel veel fallout van technologieën die je eigenlijk niet in de civiele wereld kan toepassen. Maar ik vind dat er heel veel goed staat in het rapport. Het zijn heel veel, heel veel verstandige dingen. Ja. Alleen, wat is de oplossing? En de oplossing is dat wij niet een decadent museumstuk moeten zijn waar alleen maar toeristen doorheen lopen te slenteren, wat Europa zo ongeveer is, maar dat we gewoon willen winnen. Dat we vooruitstrevend zijn, dat we modern zijn in allerlei dingen. Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet tegen een Europees leger. Ik snap de consequenties zijn ingewikkeld. Je zal er waarschijnlijk wel tegen zijn. Maar als je ziet hoe inefficiënt dat nu gaat. De facto hebben we een Europees leger. Ik denk dat de facto wel een leger hebben. We zijn ook geïntegreerd in het Duitse leger. Laten we het leger nog even parkeren voor zometeen. Laten we nog even op die economie doorgaan. De kapitaalmarkten ook een aantal dingen. Kijk, alleen wat niet moet gebeuren is dat je wanbeleid, ouderwetse arbeidsmarkten, inefficiënties in Frankrijk, in Italië, in Griekenland, dat je die gaat subsidiëren. Dus er moet ergens een trigger zijn in die landen om een economie te... Wat Draghi zegt, we moeten niet terug naar het model van goedkope arbeid. We moeten naar een model van beschermde arbeiders die innovatief werk doen. Hè? Dat is eigenlijk... Dat klinkt wel heel mooi. Het is een headline uit... Volkswagen heeft deze week eigenlijk bekendgemaakt dat het niet langer gaat. Dat waarschijnlijk productie eilanden, plants, hoe heet het? Verplaatst worden. Worden verplaatst naar Amerika. Is dat al gebeurd? Hè? Wat
wat een heftige beweging zal zijn in Duitsland. En wat eigenlijk ook gewoon neerkomt op ja, de arbeidsvoorwaarden waarin je in Duitsland werkt. En de macht die je als gewone arbeider hebt over het arbeidsproces is zo groot dat het niet meer innovatief is. Hè? Ze gaan daarheen omdat het goedkoper is. Maar dat betekent eigenlijk dat er minder regels zijn. Minder vakbonden gewoon. Dat is echt wat er gaande is. En Draghi vond ik ook opvallend dat hij echt keihard is tegen regels vanuit Europa. Dus het is een heel libertair verhaal eigenlijk wat dat betreft. Hou ik Goldman Sachs mankeren. Ja. En, maar even kritisch nog, wat me ook opvalt is dat, kijk, waarom zou je het vraagstuk productiviteit op Europees niveau aanvliegen? Ja. Dus hij zegt wel een beetje, ja, op Europees niveau zijn we niet productief genoeg. En het is natuurlijk waar, we hebben veel te veel geprofiteerd van goedkope Oosterse arbeid en vrouwenemancipatie. We hebben veel te weinig in AI geïnvesteerd en zo, daardoor ook mede veel voor handjes. En nu krijgen we minder handjes, dus nu komt deze vraag op. Nou, en dan heeft hij gelijk in, maar waarom zou je op Europees niveau beginnen? Moet je niet gewoon zeggen dat Nederland een eigen industrieplan nodig heeft? Het is, kijk, Europa is een monetaire ruimte, maar geen fiscale ruimte. We hebben eigenlijk geen gedeelde economie ook in die zin. Er zijn een aantal bedrijven die zijn zo vervlochten dat je ze Europees kan noemen, ASML. Maar dat is dan ook Noord-Frans, Zuid-Duits en Zuid-Nederlands. Dus dat is niet eens Europees. Dus als je het op Europees niveau gaat definiëren, ja, dat is echt. Kijk, hij vergelijkt Europa ook heel erg met Azië en de VS. Maar is het economisch gezien reëel om die vergelijking te maken? Waarom een plan? Kijk, wat Draghi goed doet in het rapport. Kijk, ze willen natuurlijk weer een paar honderd miljard gaan lenen. Gemeenschappelijke schulden maken en zo. Ik ben heel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Zeker jij, Jort, omdat jij toen bij die... Een paar honderd miljard per jaar. Ja, er moet dan een deel vanuit dat soort middelen komen. Maar de vraag is natuurlijk, waarom is het niet ontregelen? Het vrijlaten van innovatief en creatief potentieel. Ja, dat zal ook wel gaan gebeuren. En dat is natuurlijk het deel van het rapport dat, ja goed, wat wel... Ja, maar kijk, het is ook weer zo'n rapport. Kijk, Europa groeit altijd met horten en stoten. Dus ook machtsbelusteling als Van der Leyen. Die wil natuurlijk gewoon meer macht, meer te zeggen hebben. En er is weer een rapport nodig om een crisis te organiseren, zodat ze weer meer bevoegdheden krijgen. En in bepaalde opzichten ben ik daar niet tegen, omdat ik denk dat het verstandig is. Eén dienstenmarkt, één kapitaalmarkt, noem maar op. Dat lijkt me heel goed voor Europa. Ik zou alleen Europa als eenheid zien. Dus natuurlijk wel, zo je hebt in Amerika, heb je Massachusetts en Californië, maar je hebt ook Kentucky en Louisiana en Alabama. Dus er zijn binnen de Amerikaanse economie grote verschillen, ook in welvaart. En er is een welvaartsoverdracht van vele procenten van noord naar zuid. Dat is aan alle kanten, moet je maar naar het werk van Christian van der Kwaak kijken. Dat heeft hij aan alle kanten onderzocht. Dus er is een structurele welvaartsoverdracht zoals die eigenlijk nu in Europa ook gaande is. En daar kan je tot op zekere hoogte nog mee akkoord gaan. Maar ik vind altijd, dan moeten politici ons dat even voorleggen. Dan kunnen we er namelijk iets van vinden. Ja. We hebben nooit een referendum, niks. En als we het hebben, zeggen ze, oh ja, het is verkeerd gestemd. We negeren het. Dus dat is altijd hoe het in Nederland gaat. Ik vind op zich Europees industriebeleid niet zo onverstandig. Als je bijvoorbeeld een staalfabriek als Tata hebt en je zegt, nou, hoeveel miljard gemeenschapsgeld hebben wij ervoor over om die fabriek naar schoon te krijgen, dat je wel even met ArcelorMittal kan overleggen, omdat je een aantal van die staalfabrieken hebt in een wereld waar overproductie is. Dus daar kan je best wel naar kijken. Lijkt niet heel dom, toch? En wij hebben sommige hele energie-intensieve industrie al gehad, omdat we goedkoop gas hadden. Maar daarom begon ik net ook. Kijk, het is wel interessant dat Draghi dus überhaupt met industriebeleid komt. Ja. Je moet dus bedenken dat we hebben dus echt vanaf die Tweede Wereldoorlog eigenlijk een soort consumptiemaatschappijontwikkeling gehad, waarbij iedereen dacht, de diensteneconomie is goed. Dat is nu trouwens ook schoof 1. Het regeerakkoord zegt heel duidelijk dat altijd hoger theoretisch studeren is beter. Dat moet voorbij zijn. Er moet een herijking en herwaardering van concreet werk komen. En dat zie je ook bij Draghi. Dus in die zin past die. Je eigen spulletjes kunnen maken. Onafhankelijkheid. Dat is een mooie ontwikkeling. Zeker. Aan de andere kant hebben we enorm veel welvaart gehad door de Chinezen. China is natuurlijk onze werkplaats feitelijk geworden. En daar hebben we toch heel, ik denk dat dit ook uit China komt, heel veel goedkope producten van kunnen krijgen. Dus het heeft onze welvaart ook gestuurd. Het is niet alleen maar negatief. Maar aan de lange termijn en ik vind ook de ramkoers alleen maar met China, even los van de ideologische verschillen, of dat nou zo verstandig is. Uiteindelijk zou je dus allebei er beter van moeten kunnen worden. En nu gaan we een soort van, oké, dan gaan we alles zelf weer doen. Maar je ziet bijvoorbeeld in die chipindustrie, wat natuurlijk de belangrijkste vitale economie is. Van Nederland. ASML. Voor ASML heel belangrijk, maar ook wat Intel maakt aan chips, Taiwan. Absoluut. En dan zie je dus dat ze, omdat ze bang zijn dat Taiwan wordt binnengevallen, gaan ze fabrieken in Amerika bouwen die die chips kunnen maken. Ja. Maar het antwoord van de Chinezen zal zijn, het kost even. Maar ze gaan natuurlijk ook chipmachines maken, alle ASML. Dus ze hebben alles al bij elkaar gejat wat ze kunnen jatten. Dus ik weet niet hoe ver ze al zijn, maar quantum computing, noem maar op. Dan kunnen ze natuurlijk best wel stappen zetten. Dus is een ramkoers op langere termijn, op 10, 20 jaar, de verstandigste koers? Ja. Kun je ze niet beter goedkoop verslaafd maken aan je producten? Dit is een heel wezenlijk punt. Daarom ben ik ook wel voor dat Europa dus een eigen industriebeleid heeft. Want dan kunnen we ons onafhankelijk van Amerika opstellen.
nu zijn we toch industrieel en ook militair gesproken een vassalstaat van Amerika. Dus als Amerika zegt, joh, ASML mag niet leveren aan China, dan mag het niet. En dan kan het dus ook niet. Dat is nu wat er aan de hand is. Ik voel me daar minder ongemakkelijk over dan jij. Jij vindt dat... Ik zie Amerika niet als de grote boeman. Oh, op die fiets, ja. Nou ja, ik vind het domme golden retrievers daar. Maar... Het idee van comparatieve vooroordelen, ja. Niet vooroordelen, maar dus dat je uitgaat van wij kunnen dit goed, jullie kunnen dit goed, ja. We gaan samenwerken. Dat wordt door Amerika dat is waar. Doorkruist. Hè? Want Amerika zegt eigenlijk, je mag geen handel drijven met Chinezen, ja. Omdat het autocraten zijn. Dus ik weet niet precies waar je het niet mee eens bent, maar Amerika voert een hele moralistische, of je zou kunnen zeggen een hele hybride oorlogsvoering, techniek eigenlijk de laatste jaren. Namelijk, er is sprake van een opkomst van een multipolaire wereldorde en dat willen we eigenlijk niet. En zowel militair als economisch, als ethisch en ideologisch proberen we dat tegen te houden. Ja. En Nederland en Europa zou eigenlijk juist kunnen profiteren van deze nieuwe orde. Ja, maar wacht nou. Ja, daar zijn we en jij zegt dan, ja, maar ik voel me wel veilig bij Amerika. Maar dat weet want jij gebruikt andere woorden voor me. Ik zeg, Amerika staat ook voor de liberale democratie. En niet alle Amerikanen en niet alle politici daar. Maar uiteindelijk is dat de wereldorde die na Bretton Woods gemaakt is, na 1944. En dat is een wereldorde die... in ieder geval de westerse wereld heel veel welvaart heeft gebracht en tot de gelukkigste bevolkingen uit de wereldgeschiedenis heeft geleid. Leek mij niet per se slecht beleid. Absoluut. Is ook veel, veel goed voor te zeggen. Maar het is dus de vraag of wij nog, zeg maar, op dit moment nog in door kunnen groeien. Dat weet ik. Of dat wij meer in een nachtkaars situatie hebben. Hè? Zijn we het ook niet opeens. We moeten het ook nog over opbrengen. Dat klopt. Ik wil nog even één puntje noemen over Europa, als het niet erg is. Want Margrethe Vestager heeft dus die boetes uitgeschreven nu. Dat vond ik heel sappig. Als je het hebt over liberale democratie. Want ze heeft dus geloofd, Google moet dan 13 miljard betalen. Nou, dat is voor een land als Ierland dat sowieso inmiddels het geld tegen de plint heeft aanklotsen. Omdat zij dus als een soort Europese Singapore aan de zijkant van Europa liggen. En met lage belastingregimes al die grote bedrijven weten aan te trekken. Hoofdkantoren die dan daar zogenaamd huizen. Brievenbusfirma's next level. Mm-hmm. Die krijgen dus die 13 miljard. Wat bleek nou, dat verbaasde mij nogal, dat Ierland zelf had gezegd tegen Vestager, wij willen die boete niet uitschrijven. Dat hoeft niet voor ons. Wij hoeven die 13 miljard niet. Nagaan. Wat zij denken van wij hebben liever dat nog 30 jaar lang Google denkt wij willen hier zitten. Dat vond ik wel heel mooi. Dat Vestager dan ook zo mans is. Dat dus is wat... Je zegt dat Google is eigenlijk gewoon nu een vazalstaat. Of Ierland is een vazalstaat van Google geworden. Ja, daar lijkt het ook. hun welbegrepen eigen gang is inderdaad geen boetes geven. Ongelof. Ik vond het toch wel stoer dat dus ook in relatie tot het Draghi-rapport. Dat Vestager nu wel, ze neemt nu ook afscheid. Hè. Dat is wel echt de grootste politica van Europa hoor trouwens. Ik weet niet waar was Boris Pietsch. Vestager? Ja. Goeie vrouw. En dit is dus echt omdat ze op mededinging zit ook dat ze me extra... Wij hadden Nelly Kroes op dezelfde portefeuille. En dan kan je echt zien wat het echt ligt. Dat is een veer. Dat stelt gewoon helemaal niks voor vergeleken met Vestager. Die dus echt dat soort boetes oplegt aan Big Tech. Dat is toch heel bijzonder. Maar heel mededinging bijzonder. Heeft te maken boetes met... Moet ook nog even geïnd worden. Dat is lastig. Concurreren. Hè? Dus concurrentieverhouding mogelijk maken en trustbusting. En dat vond ik dan één ding nog erover. Dat vond ik al heel opmerkelijk aan Draghi's verhaal. Dat hij echt letterlijk zei en ook schrijft van dat hij eigenlijk voor meer grote bedrijven is. Ja. Maar mag ik vraag stellen? Toch even over dat Europese. Kijk, uiteindelijk komen al die Europese verschillen toch neer op een 2000 jaar lang uit elkaar lopende geschiedenis. Het idee van we zijn één volk in Europa met zoveel tijd, dat is onzin. Maar kunnen we meer op elkaar gaan? Het idee van de EU in de jaren 90, toen ik een twintiger, dertiger was, was natuurlijk, nou ja, we worden allemaal een beetje Duitsers. Dat is niet gelukt. We zijn allemaal een beetje Fransen geworden, geloof ik. Kan het? Is dit een vraag die je hier op tafel legt? Nou, ik vind het essentieel namelijk. Want dat is natuurlijk het idee van die Europese gedachte. Is dat je met verschillende smaakjes en talen... bijvoorbeeld wel één financieel en economisch beleid kan voeren. En dat kan nu niet, want die economieën zijn gewoon in totaal verschillende versnellingen. Ja, en dat komt ook omdat... En daar gaat het altijd op mis. En dat komt omdat de kern van de economie is zelf niet economisch. Dat heeft meer te maken met arbeidsattitude. Met dus het is cultureel. Er zit cultureel en sociaal. Waar ik alle respect voor heb, want ik vind dat iemand... als een cultuur, als een land zegt, ik wil niet zo hard werken... dan is dat hun goede recht. Alleen dan moeten ze niet het bonnetje naar een ander sturen. Dat is dit punt. Ja, eens... En er zitten ook nog andere kanten aan. Namelijk dat we zijn op het niveau van het uiterlijk heel erg naar elkaar toe gegroeid. Dus we drinken de cappuccino van de Italianen. Dat is voor de elite. Hè? Dat is voor de van boven elite die op hetzelfde fietsje zitten. Nou, zie gewoon, volgens mij heeft iedereen... Ik dacht dat de iPhone bezetting in Nederland is iets van 90%. Zeker. Dus vanaf puberteit. Dus, maar kleding, winkelstraat, merk. Dat betekent eigenlijk dat we een enorme...
uniformering hebben meegemaakt. En ja, dat zal ook wel in studiekeuze, in lesstof. Er zit ja, echt wel een modernisering in van culturele eenvormigheid. Maar tegelijkertijd denk ik dat er ook een golfbeweging nu juist gaande is, waar mensen zich weer gaan afvragen, ja, wat is mijn regio? Wat betekent Nederlanderschap precies eigenlijk? Dus het zou ook toch wel weer eens ja, onder de oppervlakte, nu dat we weer aan het herwortelen zijn in nationale bronnen. Dat wat er nu gebeurt, kijk, is de Jort stelt een vraag, Jelle, en Jelle gaat hem beantwoorden. Dat is natuurlijk de constellatie die jullie kennen van de Jortcast. Maar ik ben eigenlijk benieuwd wat jij er daarvan vindt. Nee, ik ga maar niks zeggen. Maar jij roept die vraag op. Nou, ik ben als we voor, nou kijken, ik ben voor verschillen en ik ben ook niet voor gelijkheid. Maar jij zegt, dus ik vind juist leuk dat Italië zo ontzettend rommelig en anders is dan wij. Hmm. En de Italianen moeten het maar met hun eigen overheid uitvechten dat ze daar geen belasting betalen of niet in of de maffia ertussen zit of wat dan ook. Ik vind zeer eerlijk gezegd dat echt wel hun probleem, ja. Maar ik vind ook, er zit ook enorme voordelen aan. Want die noordelijke samenlevingen in een zekere individualisme en kilheid vinden sommige mensen, daar zou een Italiaan ook niet in willen leven. Dus het is makkelijker dat jij zegt de Nederlandse overheid functioneert al niet meer, maar ik hoor altijd van mensen die lang in het buitenland hebben gezeten, dat hier nog steeds en digitaal en noem maar op een aantal dingen best wel makkelijk geregeld zijn. Je kunt hier relatief makkelijk een bedrijfje beginnen in Nederland. Er zijn landen waar dat hopeloos bureaucratisch is. Ja. Maar ja, dat moet de volk hun eigen regering uitzoeken. Ja, ja, maar vergis je medicijnen kijken. Een kwart van de Nederlanders van 15 jaar oud is inmiddels laaggeletterd, hè? Laaggeletterd. Dus de dingen die zijn hier niet zo goed geregeld. Het zijn meer de makkelijke dingen. Dat als je op de knop drukt dat de uitkering geleverd wordt. Dat als je 67 en 2 maanden bent, dat je pensioen krijgt. Maar dat zijn de structurele dingen. Maar de iets moeilijkere stuurbare dingen die we altijd goed op orde hadden hier. Ja, maar wie zijn die? Onderwijs, precies, sport, gezondheid, daar zijn echt... Daar worden wereldoorlogen verloren. Even uitzoomend, hoe zie jij die Europese Unie dan voor je? Want jij bent daar toen de tijd vocaal over geweest. Hè? Ja. Dat is echt een van de weinige dingen waar jij echt je politiek kapitaal in een mandje hebt gelegd en gezegd, hier ga ik voor. Nu ligt er eigenlijk een plan van Draghi om nog 800 miljard per jaar met elkaar te gaan uitgeven. Hoe kijk jij daarnaar? Mijn opvatting hierover is niet zwart-wit. In de zin van, kijk, Europese Unie is voor een handelsland in Nederland best wel handig om te hebben. En niet te veel grenzen en makkelijk eroverheen kunnen met geld ook, is heel goed voor Nederland. Wat niet goed is, is zwak beleid en schulden maken, subsidiëren. En dat is wat we natuurlijk aan het doen zijn. En het probleem van de partij als de VVD bijvoorbeeld is dat altijd remmend akkoord gaan. Dus altijd een beetje schipperen van ja, eigenlijk willen we de EEG terug. Maar het is nou eenmaal zo. Weet je, in iedere paniekvergadering gaan ze dan toch weer akkoord met iets waar ze eigenlijk geen zin in hebben. Ik denk dat de consequent moet zijn. Maar het idee waar ik 10 jaar geleden op zat van... Dit is oud nieuws. We zouden Nederland eigenlijk naar een Noord-Europese euro moeten. Een euro. En we moeten eigenlijk die noordelijke economieën, het Scandinavische landen, Nederland, Duitsland aan elkaar koppelen. Wat cultureel gewoon wel zou kunnen. Mm-hmm. Ja, het gaat niet gebeuren. Ik denk dat je er heel veel energie in kan stoppen. Maar er zit zoveel politiek kapitaal in. Dat gebeurt gewoon niet. En dus maak je ook weer heel veel kapot. Dus het enige wat je dan kan doen is redden wat het te redden is. En het zal, ik denk dat het onvermijdelijk naar meer integratie gaat. En dat is, denk ik, niet de beste optie die ze gaan bewandelen. Maar het alternatief is, dan moeten er staatsgrepen gepleegd worden. Want politici gaan dit gewoon niet toestaan. Je ziet zelfs nu, we hebben nu een kabinet met de PVV erin. Hier en daar doen ze een beetje blaffen tegen Brussel. Maar er staat toch wel een maar we gaan wel akkoord met verdragen en Brusselse afspraken enzovoort. Dus zo moeilijk is dat. Oh ja, en dat is ook niet alleen maar slecht. Wat jij net, mooi om te horen, hè? Dat je daar hetzelfde naar denkt. Maar nou, ik was er verder in. Kijk, we hadden toen natuurlijk die Griekse crisis. En toen was het natuurlijk een mooi moment om te zeggen, nou is het klaar. Nee, ik zeg niet mooi om te horen omdat ik het ermee eens ben. Ik zeg mooi om je even te horen vertellen hoe je ernaar kijkt. Eén aanmerking. Ja. Jij zegt, we zijn altijd het VVD-beleid remmend meegaan. Ja. Wat er natuurlijk de afgelopen paar jaar is gebeurd, is dat het van remmend meegaan naar absoluut hysterisch vooruithollen. Bijvoorbeeld als het gaat om militaire integratie, als het gaat om economische integratie. Het is allemaal Rutte. Wat bedoel je met de economische integratie? Nou, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik bedoel vooral met betrekking tot het meer Europees samenwerken. Ik bedoel, met die leningen was er nog wel iets van tegenwerken, maar zijn ze er gewoon mee akkoord gegaan. Ja. Er is natuurlijk een enorme stap vooruit gedaan op dat vlak. Zijn enorm gaan meelopen juist. Ja, maar ik heb alleen maar, kijk, dat militaire en allerlei andere dingetjes communautair gaan doen, vind ik eigenlijk niet zo'n groot probleem. De schulden gaan delen, dat vind ik een volkomen onacceptabel principieel iets. Dat kan je gewoon niet doen, want dat betekent dat je Rotterdamse havenarbeiders
laat betalen voor Franse staatswerknemers die op hun 55 met pensioen gaan. Dat klopt gewoon niet. Dat voelt gewoon zo verkeerd. En op die manier kan je ook niet een unie starten. Maar de realiteit dwingt ons. Kijk, wij zijn 6,3% van de Europese economie als Nederland. Dus 94%, in ieder geval een meerderheid, de armere landen, applaudisseren voor zichzelf als er geld uitgedeeld moet worden. Dus die winnen dat natuurlijk in stemmen. Dus jij vraagt heel erg een scherpe mening van mij. Kijk, ik denk gewoon, het ideaal was geweest als we een Singapore, een Noorwegen, een Denemarken, een Zwitserland waren geworden. Dan kan je heel goed overleven. Als klein land, en dan zijn wij de 18e economie van de wereld, geloof ik, hadden we natuurlijk heel ver kunnen komen met een keiharde munt, liefst wel gekoppeld aan de D-mark. Alleen we hebben het niet gedaan. En als je dan nu gaat zeggen, ja, ik wil dat alles weer opgeblazen wordt, we gaan opnieuw beginnen. We moeten gewoon reëel zijn aan deze tafel. Het gaat niet gebeuren. Dat gaat hooguit met een oorlog gebeuren. Laten we hopen dat die er niet komt. Nou, ik voel me niet per se in scherp. Ik was gewoon benieuwd wat je denkt. Omdat jij maar voor Oekraïne vond ik een stap. Maar met Oekraïne denk ik wel. Daar kunnen we zo overheen. Want dat is best wel interessant. Ja. Toen ik nog bij 9to5, een website die we waren begonnen, schreef Arno Wellens, die daar werkte, een pamflet over de euro. En dat ging mede over Oekraïne. Dat heb ik me ook in dat Oekraïne-referendum, wat is het, 11, 12 jaar geleden, geuit zo van ja, het lijkt mij niet zo verstandig. Het leek mij niet zo heel verstandig om Oekraïne, best wel een groot land, 40 miljoen inwoners, met een vrij ouderwetse economie, om die eventjes te integreren in de EU. Dat lijkt mij gewoon een zelfmoordoperatie. Je ziet al, Polen kostte in die tijd al zo'n 13 miljard per jaar. En dat is achteraf best wel een succes geworden. Maar of nog even twee keer Polen erbij zetten, weet je, op een gegeven moment is de spankracht gewoon op. En wat je zag is dat die politie het natuurlijk toch om andere redenen gewoon in aan het rommelen waren. Je had natuurlijk die inval in de Krim gehad van Poetin, wat natuurlijk niet deugde. En daarom werd er een politieke aanleiding gezocht om het te integreren. En nu zie je, zoveel jaar later, en ook wel een andere tijd. Hè, er is wel een oorlog begonnen, een echte oorlog. Een grote oorlog. Sta toch ook wel open voor het idee om ze meer te integreren. Maar ik zou ze niet in de EU toelaten. Dat zou ik niet doen. En wat politici dan gezegd, ja, maar dat gaat toch niet zo snel. Dat duurt nog heel lang. Kijk maar naar Turkije. Maar het zeggen al, ik snap niet, wat ik nooit snap is, waarom kan je niet samenwerken met een land en ze ook helpen met maar ook geld erin brengen, zonder dat je meteen gaat integreren. Want als je integreert, moet je ook ze in de euro opnemen. Ja, en dan praat je eigenlijk weer over een cultureel verschil. Uit de rankings kwam Oekraïne een jaar of 10, 15 geleden als een corrupter land naar voren nog dan Rusland. De Russen moesten lachen om de Oekraïners, die waren nog corrupter. En je ziet het ook, Zelensky moet vrij regelmatig mensen uit zijn kabinet gooien en uit zijn partijtop. Ja, dat is, je kan toch niet, ik denk dat die oorlog echt wel een verschil kan maken cultureel, maar niet in één keer van, laten we zeggen, een 100% corrupt land naar een schoon Noordwest-Europees land. Ja, die stap zie ik ze niet snel maken, toch? Nou, dat doet me wel denken. Kijk, historische parallellen leren wel volgens mij dat juist grote oorlogsverliezen en tegenslag kan enorm corruptie overwinnen. Ja. Dus corruptie dat verdwijnt. Is hij aan het doen. Een hele grote calamiteit kan een land snel moderniseren. Ja. Dat heb je ook bij Pruisen bijvoorbeeld. Noem eens een voorbeeld, is dat zo? Ja, na de slag bij Jena in 1806, dan. Kijk. Ja. Ja? Dan winnen dus de Fransen. Ja. Napoleon die komt dan als de Weltgeist Verde binnenlopen in Jena, zegt Hegel. En dan moeten die Duitsers eigenlijk vaststellen dat hun legers vol zitten met adellijke jongens die als hobby zeg maar daar investeren in mooie kleren op de cavaleriepaardjes. Ja, dat was altijd zo, ja. En dan krijg je de grote auteurs. Hè, en de von Moltkes, die krijgen dan de wind in de zeilen. Krijgt te professionaliseren. Ja. Dus het is echt, het leger bestond eigenlijk uit mannen die zeg maar op basis van moed en dat ze papa en zo kenden van met geweertje knallen op een berry. Je moet echt nu trainen, je moet talen kennen, je moet drillen. Meritocratie. Ja, meritocratie. Ja. Dat is echt de grote ontwikkeling. En dat komt. Ja. Dus die corruptie is echt de kaart de kop ingedrukt door die Duitsers. Onder andere van Humboldt, Stijn Hardenberg zijn ook hele beroemde beleidsmakers. Die dat verlies hebben geïnterpreteerd om beter te worden. Lodewijk zei toen, nou oké, prima. Jullie krijgen nu inderdaad ruimte om langs de principes van merit, presteren en ervaring. Ja. Maar zeg je en, ook, toen ze in 1870 dus Frankrijk versloegen, toen
Dat was eigenlijk gewoon een wereldhistorische oorlog. Want dat was eigenlijk. Toen kondigde zich eigenlijk de totale oorlog van de wetenschapper aan. Dus Von Moltke die kende zijn gebied. Die had kaarten getekend. Al die Duitse soldaten die liepen gewoon in Frankrijk. Gordon. Sedan rond met hun kaartjes. En die konden gewoon. Al die soldaten konden kaarten lezen. Terwijl die Fransen die stonden daar een beetje. Ja, hele goede geweren. Maar ja, ze hadden ook daar kunnen. Het was hun gebied. Dus er was gewoon een oorlog die op basis van moderne organisatie gewonnen werd. Maar dan verbaast het mij wel. Ik geloof ook zeker dat Oekraïne een soort quantum leap kan maken nu. En ook natuurlijk helemaal naar de westerse kant wordt getrokken. In ieder geval de West-Oekraïne. Maar is het probleem niet dat het is niet de Oekraïne. Het is Europa die nu een quantum leap maken naar integratie tot de federale staat. Met een geïntegreerd leger, met een geïntegreerde politiek. Met nog even 800 miljard per jaar. Dat is inderdaad heel zorgwekkend. Kijk, de Engelsen waren altijd erg voor de uitbreiding van de EU. Want dan werd het zo waterig dat het niks meer voorstelde. Als je zo hard gaat uitbreiden met best wel arme landen. Ik denk dat, wat is het inkomen per hoofdbevolking in Oekraïne? $10.000 per jaar of zo misschien? Misschien wel minder. Dan ga je in één keer met landen die 5, 6, 7 keer rijker zijn. Dan krijg je dus gewoon uitwisselen van geld. Dan kan je zeggen, die kelder is zo zuinig, die wil zijn geld weer niet delen. Maar je vraagt natuurlijk toch wel om grote aanpassingen. Tegelijkertijd zijn ze de graanschuur. Ze zijn een geweldig gebied. Het BBB kunnen we helemaal exporteren nu. Helemaal daarheen met z'n allen. Je gaat ervan uit dat Europa die oorlog gaat winnen. Maar laten we inderdaad even over. Maar ik schrik ervan dat op topniveau in die regering van hem toch nog steeds mensen ontslagen kennelijk moeten worden. Vanwege corruptie denk je, als je dus dat top-elite nog niet voor elkaar hebt. Maar jongens, even realistisch. Oekraïne is die oorlog hartstikke aan het verliezen. De NAVO staat enorm intern onder druk. En wat er gebeurt in de Europese Unie is, de rijen sluiten. Meer eenheid, 800 miljard per jaar. Dat is het scenario. Waarom is het Oekraïne die oorlog zo hartstikke aan het verliezen? Ik zie ook wat statistiekjes en krijgshandelingen. Rusland is natuurlijk een stuk groter, dus is potentieel natuurlijk de winnaar. Maar het is toch, ik vind het front niet heel hard bewegen. Het gaat om kilometers. Volgens mij heeft Rusland ook geen haast, toch? Nee, en die hebben genoeg mensen die ze kapot kunnen laten schieten. Maar de Russische verliezen, ik zag vandaag een statistiekje, is ook aanzienlijk. Maar goed, interesseert Poetin niet. Ik weet niet of dat zo is. Want Rusland heeft zichzelf hier ook geen grote dienst mee te wijzen. Het interesseert de NATO kennelijk ook niet. Ik vind het altijd zo eenzijdig om dat dan zo te benoemen. Ik weet niet of je het zo bedoelt, hoor. Hoe bedoel je? Ik zeg, het interesseert Poetin niet. Het interesseert Amerikanen kennelijk ook niet hoeveel Oekraïners er op dat slagveld Op die manier bedoel je? Vallen. Dus jij zegt, dat vind ik een beetje een merkwaardige redenering. Hoezo? Omdat Oekraïne is binnengelopen. Oekraïne probeert zichzelf te verdedigen. Dat zie ik toch wel zo. Of zie jij het eigenlijk dat Oekraïne een burgeroorlog is begonnen? Wacht. Er lagen onderhandelingen. Er was een vredesplan. Als er vrede was geweest, was er niemand dood geweest. Ja, maar vrede betekent dus dat je een dictator als meneer Poetin toestaat dat hij een stuk land afpakt. En dat kan in het internationaal volkenrecht. Dat kan niet. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Het is maar zeer de vraag of dat de uitkomst was geweest. De neutraliteit van Oekraïne had ook een uitkomst van die onderhandelingen kunnen zijn. Ja, maar neutraliteit met een goede band met het Westen zal heen, hebben gezien als een NATO-vazalstaat. Ik weet niet of hij dat geaccepteerd had. Maar goed, daar zijn we nu te laat voor. We moeten gewoon constateren dat hij is met tanks dat land binnengereden. In een poging om het helemaal te bezetten. En dat is op zichzelf een oorlogshandeling die toch wel echt om een antwoord vraagt. Je kan niet zeggen van oké, Vladimir, we snappen je gevoelens. En Kiev is zo belangrijk voor je, je mag het hebben. Dat zou toch wel heel cynisch zijn. En dan is ook iedereen in de wereld vogelvrij. Kijk, je moet wel een beetje historisch blijven durven denken. Dus Oekraïne, autonoom land. Niet zo lang geleden zaten ze gewoon nog vastgeplakt aan de Sovjet-Unie. Hè? Zeker. Dus het is niet zomaar evident wanneer begint dat volk. Het is ook cultureel gesproken een volk met meerdere gezichten. Niet alleen Russisch-Oekraïns, maar het is een multi-etnische staat. Wel wat minder op het moment, maar oké. Ja. Nou ja, ik bedoel, waarschijnlijk zijn er ook 30 miljoen Oekraïners al niet meer. Dus is het nog maar heel dun bevolkt. En inderdaad gemilitariseerd. En dat is dus allemaal inderdaad, het zijn allemaal oude kwalificaties in die zin. Ja. Maar het is wel een beetje te makkelijk om. Dat de Russisch sprekende deel van de bevolking die niet bezet zijn door de Russen ook wat meer affiniteit nu met de, zeg maar, West-Oekraïners hebben. Dus dat die Russen zich in die zin natuurlijk daar geen dienst mee hebben bewezen. Ze hebben niet per se vrienden meegemaakt, deze operatie. Nee, maar ik denk dat ook de mensen zelf ook wel toe zijn aan rust. Dus je ziet ook wel dat de Oekraïners volgens mij ook best bereid zijn om concessies te doen. Je ziet in ieder geval dat het verlies ook toeneemt. Hè? Dus koers mislukt. Ze proberen nu toch
offensiever te verdedigen. Dus vraag ook aan Amerika of ze die wapens kunnen inzetten om ook in Rusland te schieten. Dat is niet omdat ze denken dat de huidige strategie succesvol is. Nee, natuurlijk niet. Dus maar goed, Henry Kissinger zei het al na een paar maanden, hij is nu overleden, van jongens, er wordt gewoon een grens getrokken oostelijk van de Dnieper. En dat Russisch sprekende deel, ja, Poetin gaat dat toch niet teruggeven. Ja, tenzij hij eruit gedreven wordt, maar dan zit hij een kernwapen in. En Krim gaat hij ook nooit opgeven. Eigenlijk weet iedereen dat wel. Maar ik blijf dat wel een kwalijk iets vinden, want dat betekent toch dat Poetin dit heeft gewonnen. En dat kennelijk blinde agressie beloond wordt door de wereldgemeenschap. En dat zou niet zo moeten zijn. En dan is de volgende is de Baltische Republieken, Moldavië, noem maar een paar andere landen. En ik denk niet dat we dat goed moeten vinden. Dus ik geloof dat wij het hier niet helemaal over eens zijn. Maar ik ben er eigenlijk voor dat we er harder in gaan tegen Poetin. Maar wat bedoel je daarmee? Wat insinueer je? Wat harder? Insinueer in de zin van, nou, het gaat te langzaam deze oorlog. Kijk, wat de westerse mogendheden doen, is ze druppelen wat wapens en wat geld, zodat Oekraïne net in leven blijft. Beetje verlies, beetje win, beetje verlies. En dus eigenlijk één stap naar voren, twee naar achteren steeds. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat je ziet gebeuren. En dan eindeloos, ook, dan krijgen ze tanks. Discussie krijgen ze F-16's. Achteraf gezien hadden ze dat natuurlijk meteen moeten doen. En nu krijg je natuurlijk de situatie dat je dus langafstandswapens gaat geven die in Rusland kunnen schieten. Ik snap de geopolitieke risico's wel. En dat er ook wel een, laten we zeggen, een potentiële wereldoorlog in het verschiet ligt. Maar wat is het alternatief? En als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ik zou toch een beetje bij de Churchill-doctrine hier aansluiten. Die toch iets eerder dan de rest zag dat Hitler niet helemaal oké was. En sorry dat ik het zeg, maar Poetin, het is toch onmogelijk. Kijk, ik heb alle begrip voor de Russische geschiedenis, voor het Russische volk, voor de Russische sentimenten, voor bepaalde opzichten dat het ook één land ooit was. Krim ook niet altijd Oekraïne was. Dat wil ik allemaal meewegen. En dus dat het helemaal het Russische standpunt hier niet gezien wordt. Maar als we meneer Poetin en die kleptocratische bende daar in dat Kremlin even loszetten. Het is gewoon een roversnest wat daar een land aan het plunderen is al een generatie lang. Ik vind dat we daar wel een streep mogen trekken als westerse wereld. En sorry, dan ben ik toch superieur voor de westerse liberale democratie. Het spijt me wel en dan zeg ik hard erin. Ja. Maar dat betekent dus, want het alternatief is namelijk een vredesakkoord waarbij hij zegt oké. Okay, dus ik heb gewonnen. Nou, dan zijn de Baltische Republiek aan de beurt. Maar dat betekent eigenlijk dat jij zegt van we moeten oorlog verklaren aan Poetin. Ik geloof het niet, ik weet het zeker. Dat hij doorloopt de rest van Europa in? Tuurlijk, 100% zeker. Maar hoe zie je dat voor je? Want kijk, je wil gewoon de rest van Europa, wacht even, deels. Kijk, je kan toch gewoon, Poetin heeft toch heel vaak verteld wat zijn droom van het grote Russische Rijk is. En daar horen de Baltische Republieken gewoon bij. En ik vind dat je als gemeenschap moet zeggen, ja, Vladimir, dat gaat dus niet gebeuren. En kijk, jij zegt die Oekraïners is een gespleten bevolking. Maar daar heb je dus, in een democratie heb je daar gewoon verkiezingen voor. En dan vraag je dus aan je bevolking, willen jullie bij Rusland of willen jullie van jezelf? En als nou de meerderheid van de Oekraïnse volk, zelfs dat is niet zo. Maar ja, als je dat zou vragen, en dat vraag je ook om te krimmen, dat doe je met open verkiezingen. En de mensen zeggen, nou, we willen toch eigenlijk Oekraïns blijven? Dan lijkt mij dat ze Oekraïns moeten zijn. Dat is toch hoe een democratie werkt. Of zeg je dan, oh ja, sorry, is vergist, kom maar binnen met je tanks. Dat is toch een idiote redenering? Nou ja, kijk, ik snap wel je uitgangspunt. Ik vind het alleen heel theoretisch. Ik bedoel, ja, in Nederland ook. Ik zou eigenlijk liever niet in de EU zitten. En ik mis de Engelsen elke dag vanwege die rem die jij net besprak. Ja. Maar ja, dat is toch eigenlijk, het zal toch moeten, weet je wel. Het is toch, ja, je moet je er toch toe verhouden. We zijn een klein land, en dus je moet soms water bij de wijn doen. Nou, is de analogie met Oekraïne gaat niet helemaal op. Maar het is toch wel zo dat de geopolitieke realiteit rond Oekraïne is toch wel echt anders. Je kan toch niet zeggen dat dat zomaar een autonome staat is. Alleen historisch gezien niet. Dus het is ook een projectie van onze idealen op. Ja, maar sinds de jaren 90 wel. Is dat internationaal erkend als een echt staat? Het is echt een failed state, Jort, in alle opzichten. Dat zou kunnen. Het is niet alleen corrupt, er is een slechte rechtsstaat. Ja. De democratie is gespleten. Ik hoor net dat een oorlog daar veel verschillen kan maken. Dat is waar. Nee, dat is waar. Het zou niet de eerste oorlog zijn die een staat beter doet. Nee, maar jullie denken dat dit over de Oekraïne ging, maar het ging over Europa. Niet democratisch, nee, maar Nederland corrupt. Heeft zonder de Spanjaarden hadden wij misschien ook niet de eenheid gehad. Dat is waar. Dus misschien dat deze oorlog het Oekraïnse volk sterk maakt. We hebben een 80-jarige oorlog nodig gehad om onze nazistaten enigszins de richting in te duwen. En de Oranjes de suggestie van macht te geven. Toch?
Nee, dat is waar. Maar goed, het is toch wel heel moeilijk. Kijk, want dan de andere kant van de discussie is van wat doet jou denken dat wij zouden winnen? Dan moeten we echt de voorwaarden. Dus dat wij de Russen terugdrijven. Dat jij suggereert zelfs dat we Poetin uit het zadel helpen. Ik zie het niet. De Russen zijn. Ik zie weinig goede tekens. Ja. Ik zie weinig hoop. Nee, voor daar ben ik met je eens. Ik denk dat de tekenen. Jij zegt ze zijn duidelijk aan de verliezende hand. Ik denk dat dat iets te extreem gesteld is. Maar er is wel heel veel westerse rotzooi voor nodig om ze überhaupt overeind te houden. Hè. Ze kunnen het niet op eigen kracht. Dus dat is een groot probleem. Maar het alternatief is een dictator zijn zin geven. Nou, ik vind dat een moeilijk te verwerken alternatief. Uiteindelijk komen er een keer onderhandelingen. En zal dat betekenen dat Oekraïne een grondgebied gaat? Ik wil daar nog waar. Één. Jij bracht een aantal argumenten in. Ik wil nog één tegen. Dus jij zegt, Poetin rolt door. Het is een vuige dictator. Hij heeft een land ingenomen dat democratie niet voor gestemd heeft. Enzovoorts. Wat je uit dat hele verhaal weglaat. Is de oorsprong van dit, zeg maar de expansieve opstelling van de NATO. De manier waarop niet met Rusland is gecommuniceerd. En de manier waarop die beide grootmachten, zeg maar een Poetin. Ja. En aan de andere kant heb je dan militair-industrieel complex in Amerika. Hoe die twee foute krachten op elkaar botsen ten koste van een bevolking. En jij gaat mee in zeg maar het politieke rechtvaardigende verhaal. Mm-hmm. Voor elkaar helemaal voor de kop schieten. Ja. Bloed in de grond enzovoorts. Dus jij neemt van één kant de argumenten en van de andere kant niet. En zo praat je dan krijg je dus dat verhaal van, ja, nee, is waar. We werden niet per se voor oorlog. Maar dan krijg je dus het verhaal van, ja, maar die NATO is zo snel uitgebreid. En dat is tegen alle afspraken in die we met de Russen hebben. Je kan zeggen, er is nooit een formele afspraak gemaakt. Maar er is een soort informele afspraak gemaakt nog onder Bush van, weet je wat, we houden ons een beetje in. Dat is inderdaad niet gebeurd. Maar de lokale regering inmiddels aan de macht, wat je er ook van vindt, die hebben dat zo gewild. En als een bevolking zegt, wij willen bij de EU, wij willen bij de NATO, dan is het niet om een meneer Poetin om te zeggen, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dus de Russen hebben, gezien de geschiedenis met de Duitsers die ze nu en dan en de Fransen die ze nu en dan langskwamen, hebben natuurlijk best wel een gerechtvaardigd belang om te zeggen, wacht even, we willen veilige grenzen, die NATO vinden we een enge club. Daar kun je iets bij voorstellen. Maar ik vind een omdraaiing om te zeggen, het is eigenlijk een actieve, agressieve daad jegens Rusland. Maar dat heb ik niet gezegd. Dat is het. Dat heb ik niet gezegd. Ja. Ik heb gezegd, ze hadden bij die onderhandelingen, hadden de volwassenen aan die tafel moeten zitten, die het belang van normale mensen, van de vrede en veiligheid van alle bewoners op de wereld in het oog hadden gehad, dan had je een andere uitkomst gehad. En jouw argument, maar dat was altijd met chantage van Poetin geweest. Ik wil de Krim, ik wil Donetsk, ik wil dat hele stuk grond. En dat, dus dan moet je in feite een soort München-akkoord 1938 moet je gaan onderhandelen met iemand die een stuk grond opeist dat niet van hem is. Dat is toch een beetje merkwaardig. En dan sta je dus al 10-0 achter. Jij zegt dat zo is, maar de Krim heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Het is maar de vraag of dat met die oostelijke provincies ook zo was geweest. Dat is één. En twee is, misschien hadden je best wel bij Rusland willen horen. Misschien maar had de internationale gemeenschap dus moeten garanderen dat er een keurige verkiezing kwam. Ik vind namelijk ook als Catalonië zegt, wij willen los van Spanje, dan mag dat voor mij. Hey, joh, maar dat is nou eenmaal een democratie. Serieus nemen, Zelensky heeft ook al lang geen verkiezingen meer gehad. Dat is waar. Volgens mij liggen de argumenten wel een beetje op tafel inmiddels. Ja, maar ik vind toch. Nee, maar Jordi, ik vind het makkelijk capituleren. Want daarmee zet je westerse democratieën, waar van alles op af is te dingen, maar wat wel gekozen mensen zijn die we kunnen wegsturen, zet je gelijk met types als Poetin. En realiseer je even dat het gesprek wat wij hier voeren in Rusland niet eens gevoerd zou kunnen worden. Dat we onmiddellijk ergens in de gulag zouden wonen. En ik vind dat toch wel, dat het zijn niet gelijke grootheden. En dan moet je nog altijd realpolitiek bedrijven en kijken wat de consequenties zijn. Dus zomaar er vol in Rusland. Maar nu even, wat heeft Poetin nu binnengehaald? Ja, hij heeft een vermolmde economie. Hij heeft grondstoffen die hij met korting aan de Chinezen moet verkopen. Dus de Chinezen winnen big time. Dit is een grote stap voorwaarts voor de Chinese economie in de rest van de eeuw. Dus dat is ook een probleem. Taiwan is de volgende, weet je ook allemaal. De hele BRICS, ja. Maar uiteindelijk heeft Poetin een vermolmd land, wat door een paar duizend kleptocraten wordt leeggeroofd. Een land dat geïsoleerd is in ieder geval het grootste deel, niet in aantallen landen. 2/3 van de wereld doet niet mee aan de boycott. 1/3, maar natuurlijk wel de rijke landen, doen eraan mee. Wat heeft hij nou binnengehaald? En wat heeft de Russische bevolking hier ook alweer aan?
Dat laatste is een interessant punt, omdat jij zegt Poetin. Wat je net ook al zegt, dat moeten die Russen zelf doen. Dat is de weg geweest. Revoluties moeten van binnenuit. Ik denk dat als je historisch kijkt, dat Poetin best wel in voor de Russen een bevrijder is. Hè? Dus dat was ten opzichte van wat het 10, 20 jaar geleden was. In het begin wel. Ja. Is juist heel erg geprofessionaliseerd. Zeker. Dus die kapitaalmacht heeft hij ingeband. Ja, inderdaad. Dus, ja, daarom was hij ook vrij populair. Hij heeft gewoon de Russische welvaart heeft hij omhoog gekregen. En dat op zichzelf een prestatie natuurlijk. Ja. Dat heeft hij met heel veel oliegeld kunnen doen. En wij kunnen hem eigenlijk ook niet aan. Hè? Dus je kunt wel hierover praten. Maar... Ja, joh man, mij stelt er helemaal niks voor aan het groep. Wat stelt deze man nou voor? Wat stelt dit land voor? Hij is een atoommacht, laat ik het zo zeggen. Nou, ik denk dat die dingen zo verroest zijn dat ze niet eens uit de kokers komen. Maar goed, oké. Okay. Dan zou ik niet gokken. Maar ik zou het gokje niet wagen. Maar overschat het nou niet. Wat stelt dit land? Dit land is een oliestaatje met wat andere grondstoffen. En als je dat weghaalt, blijft er heel economisch blijft er niets van over zijn. Ze blijven dan in Luxe. Wij zijn een winkelstraat. Met welke wapens wil je daarheen? Wij kunnen het niet. Een oliestaatje. Wat zetten we er dan tegenover? Ja, de Amerikanen, die gaan daar dan binnenvallen. En, maar ook de hele suggestie dat Poetin een soort boef is. Maar we een Europese kernmacht, dus komt helemaal goed. Ja, dat is waar. Volgens mij hebben we hier... We komen hier niet uit, maar het is... Er was nog een interessant... Interessant. Ik zeg niet dat jullie 100% ongelijk hebben. Dat is het aardige van dit soort gesprekken. Nee, het is... Maar ik ben toch wel... Ik zit vaak te twijfelen tussen... Moeten we dan harder in? Of moeten we zeggen, oké, handje klap, klaar. En ik ben nog steeds geneigd harder erin. Ja, nou, wij hebben daar onze mening over gegeven. Je hebt daarop gereageerd. Volgens mij zijn we in die zin... Ik zou zeggen diplomatie en de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog wordt vaak gemaakt. Maar er is geen sprake van een holocaust hier. Hè? Dus dat is wel een belangrijk verschil. Zo, de Tweede Wereldoorlog, Hitler is natuurlijk ook... Ja. De legitimatie van het omverlopen van Hitler lag ook in de massale vernietiging van burgers. Met name Joden. Ik weet niet of dat voor de Westerse alliantie helemaal de legitimatie was. Want zoveel hebben ze niet gedaan aan het bombarderen van de treinrails. Maar goed. Volgens mij werd het ook pas later bekend, toch? Ja, maar dat ligt wel... Maar dat ze gedeporteerd werden was natuurlijk wel bekend. Ik denk niet dat dat de reden was. Dat was een bijkomend moreel zware argument. Nee, die deportatie. Ja, toch voor Churchill, toch? Nee, dat was de jodenvervolging dat speelde wel mee, maar dat was niet de... Nee, de factor was natuurlijk dat Engeland ook bezet ging worden. En ze hadden uiteraard alle recht om zich te verdedigen, ja, natuurlijk. Heren, we kwamen vanaf Draghi, von der Leyen, de failed state Europa, dan wel Oekraïne. Toch dat grapje nog even te maken. De situatie die ontstaat, we hebben daar op gereflecteerd, dat is goed. Hierbij aansluiten nog één klein puntje. Dat Wilders opeens bij Zelensky op bezoek ging deze week. Yeah. Zelensky was ergens in Italië. En dan staat die Wilders daar met zijn vrolijke blonde haar. Opeens toch heel lief. Ja, dag meneer. En great support for you. Maar wat zegt dat nou? Dus dat leider ergens van zijn nog best een verantwoordelijk baantje is. Dat zelfs Geert dat leert nu. Dat je er niet overal staat te schreeuwen. Nou, vorige, toen Schover was. Hoopgevend, toen Schover was, zei hij nog van... vriendelijke vriend, heb je het ook met hem gehad over de corruptie in Oekraïne? En nu stond hij zelf... Dus ik hoorde een speculatie dat hij misschien iets diplomatieks wil afdwingen daar... door contact te zoeken met Zelensky als een soort Orbán in het mini. Heb jij hier een duiding van? Ik vond het heel bevreemdend. Ja, ik zou zeggen, Geert, kom ook eens een keer praten op de hogescholen en de universiteiten. Er zijn meer domeinen waar diplomatie verwacht wordt. Maar dus ik ben helemaal met Jort eens. Misschien à la carte, wat proberen vrede te stichten. Ja, en het leuke daaraan vind ik... Jij interpreteert heel erg dat hij aan de kant van zijn lengte staat. Maar dat zou ik niet per se zeggen. Wordt hij natuurlijk geïnterpreteerd. Maar je kan ook zeggen, hij houdt contact. Dus ik heb dezelfde intuïtie, of tenminste wat ik bij Jort meen te bespeuren. Dat is eigenlijk wel heel professioneel dat die mensen met elkaar praten. En ik denk dat één groot probleem nu met Rusland is dat we ook losgekoppeld zijn. Niet meer met elkaar praten, elkaars kranten niet meer lezen, elkaars kunst afschaffen. Dat is niet... En Russia Today verbieden en zo. Ja. Dingen verbieden. Ja. Dat is wel merkwaardig. Net als met die Israëlische universiteiten die gecanceld worden. Heel slecht plan. Je moet met elkaar blijven praten. Ja, eens. Dus zelfs dat Wilders ermee praat. En zelfs Zelensky. Waar mijn verbazing, ik heb helemaal geen bezwaar. Mijn verbazing was altijd goed als mensen met elkaar praten, maar het leek toch allemaal wel heel amicaal en heel onderdanig te zijn. Ja, maar dat is, dat is ook mooi. Nou, onderdanig weet je niet. Je weet niet wat de binnenkamers gezegd heeft. Dat is waar. Maar ik vind het zo interessant dat, kijk, links is natuurlijk gespecialiseerd in demoniseren van Wilders en zijn gang. En daar heeft hij het ook wel een beetje naar gemaakt, laten we wel wezen. Maar het blijkt dus dat als je zo'n functie krijgt, een verantwoordelijke functie in het centrum van de macht, dat mensen, dit soort mensen toch geneigd worden om een beetje redelijker te worden. En wat is dan het commentaar van de Volkskrant? Want dat valt ze natuurlijk ergens tegen.
is natuurlijk voor de communisten geen goed nieuws dit. Nee. Dat is gewoon ineens. Ik hoorde ook vanuit Den Haag nu een bericht dat Geert zich eigenlijk heel verstandig in een aantal onderhandelingen had opgesteld. Dit in tegenstelling tot Pieter Omtzigt. Ja, hoe gaan we daar dan weer mee om? Dat hij ineens de matigende kracht is. Ik geniet er wel van. Ja, ja, het schouwspel is leuk om te zien. Eén dingetje nog, Jort, want we moeten er zo uit. Ik zei net, dit is toch wel een van de dossiers waar jij jouw eieren in toch wel in het mandje hebt gelegd. En gezegd van, nou, ik probeer hier iets te bereiken. Iets anders waar je al lang voor pleit, heeft toch te maken met het belastingregime in Nederland. Je bent eigenlijk voor een meer libertaire aanpak en voor meer openheid ook op financieel gebied. Daar hadden we het net ook nog even over. Leg die salaris eens bloot, laten zien wat je verdiend hebt. De afgelopen maand is, en ik weet eerlijk gezegd niet waar het precies begonnen is. Ik las bij Sander Schimmelpennink dat het begonnen was bij een of andere lobbyist. In ieder geval zag ik Arjen Lubach er ook weer. Dus de media komen in hun geheel op die erfbelasting uit. En daar wordt het woord cultuur toch weinig bij genoemd, valt mij op. En er zit natuurlijk, en in zoverre is het gewoon een actueel iets om te agenderen ook. En dat is ook terecht, want ja, de bejaarden gaan langzaam sterven. De babyboom, de rijkste generatie die we ooit gehad hebben. En er komt een paar honderd miljard komt daar vrij. Meer. En die erfbelasting, hoeveel is het? Ik dacht dat het 300 miljard was. Op een gegeven moment belt een tv-redacteur mee op die zegt, ja, er komt nu 1100 miljard in de komende jaren. Je weet een beetje waar je de grens op legt. In de komende jaren vrij van de babyboomers. Wat moeten we daarmee doen? Ik denk, wat moeten we daarmee doen? Dat is jouw geld niet. Maar dat is altijd in heel het probleem van, ja, dat soort socialistische idee. Okay, dat is van ons allemaal. Nu moeten we het gaan verdelen. Maar het is gewoon verdiend door die mensen. En in de meeste gevallen denk ik niet gestolen. Wat moeten we daarmee doen? Ik ben geen grote tegenstander van hogere erfbelastingen. Dat zal de rechtse achterban verbazen. Maar waarom? Omdat Koen Kaminade hier uit Leiden, hoogleraar, heeft dat ook wel goed aangetoond. Erfbelastingen zijn eigenlijk hele efficiënte belastingen. Het is gevonden geld. Het is eigenlijk doodgeld, vrij letterlijk. Wat dan ineens geactiveerd kan worden in de economie. Er kunnen niet alleen huizen, maar ook andere dingen van gekocht worden. Dus er gaat meer geld rollen. Het is eigenlijk geld wat er zit geen downside aan. Behalve een emotionele kant dat je geen erfbelasting wil betalen. Ik heb het zelf meegemaakt. Mijn vader overleed vorig jaar. Ja, dan betaal je 20%. Ik vind 20% niet zo'n vreselijk tarief. Ik zou zeggen een derde voor de gemeenschap, een derde voor jezelf, een derde voor je geliefde. Dat vind ik altijd een soort logische verhouding van de dingen, die wel klopt. Maar praktisch gesproken moet je natuurlijk wel zeggen, oké, het is uit de enquête waar ik meest gehate belasting die er is. Mensen zien het als een belasting op een belasting, als een dubbele belasting, een onrechtvaardige belasting. En je krijgt natuurlijk ontwijkingsgedrag. Want als je al weet, er zijn van die linkse gekkies, die willen geloof ik 100% invoeren of 99%. Nou ja, dan weet je gewoon wat het effect is. Dan zorgt iedereen het geld al weg is voordat je dood bent. Mm. 50% of zeg maar toptarief van de inkomsten was 49%. Voelt ook wel als veel, denk ik. En dan krijg je ontwijkingsgedrag. En je moet ook zoiets onmeetbaars, wat politiek dan misschien geen factor is. Maar gewoon het idee dat ouders iets aardigs kunnen doen voor hun kinderen, moet je ook honoreren. En er wordt altijd vanuit Sander zo met een soort woede over die dingen. Bedoel, Sander nota bene, die in de BV van een kasteel zit, wat hij erft. Hmm. Maar goed, het kan ook sterk zijn dat hij zijn eigen erfenis ter discussie stelt. Het is natuurlijk niet verdiend, dat geld. Maar ja, sommige dingen moeten dan maar zo, denk ik. Nou, staat genoteerd. Je vindt het nog niet heel hoog. Het mag iets hoger, maar niet. Ja, maar ik kijk ook altijd naar het buitenland. Kijk, het gaat om de grote bedrag. De meeste mensen die zich over mopperen, die gaan toch niks erven. Ik geloof, de gemiddelde erfenis is €20.000. De meeste mensen die er tegen zijn, die schieten zichzelf in de voet. Die gaan een paar duizend euro erven. Dat zit allemaal onder belastingvrij voet. Dus er is niks aan de hand. De grotere vermogens, laten we zeggen een paar honderdduizend of een paar miljoen die je gaat erven. Die borkindjes ook, die bedrijven helemaal erven van hun ouders. Ja, als je die natuurlijk heel hoog zet. Bedoel, Zweden heeft hem afgeschaft. Italië heeft hem afgeschaft. België heeft hem niet. Heeft vermogensbelasting en successierechten. Als er allemaal landen om je heen het niet hebben. En je praat altijd over de echte groep van echt rijke families. Dan is het niet zo handig om als enige als land. Nou gaan we ze 49% afpakken. Het is super stom. In Engeland heeft het alleen. In Engeland hebben ze nu, notabene de vorige regering, de erfbelasting omhoog gegooid. Met wat plafonds erin gegooid en zo. Dat heeft al tot een exodus die en andere maatregelen tegen wat dan heet een non-domicaat in Londen. 10.000 miljonairs Londen uit afgelopen jaar. Dat is uiteindelijk is een belasting die effect heeft, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou ja, ook wel klootzak hoor. Alle Arabieren en Russen en weet ik, op een rotte. Weet je, dat prima, joh. Ik vind het een mooie beschouwing. Ik bespeur het bij mezelf een nogal reactionaire gedachtegang die ik graag aan jou wil voorleggen, Jelle. Want daar ben jij toch. Daar ben jij misschien, ja, tuurlijk. Je bent daar misschien meer in thuis dan ik. Nee, ik dacht.
Nou is men overal met diversiteit bezig. Nou is men met die migratie, dat houdt mij niet op. De manier waarop het publieke geld besteed wordt is vaak toch een allerlei klimaterige, migratieachtige hobbetjes. Ik bespeurde bij mezelf de nogal reactionaire impuls om te denken van, is het niet goed als dat geld gewoon blijft bij mensen die opgevoed zijn vanuit onze waarden en normen voor het overgrote merendeel en in ieder geval nog een soort arbeidsethos hebben meegekregen. Nee. Nou vond ik dat zelf een reactionaire gedachte, maar ik dacht ik ga te raden bij Jelle en die vertelt mij dan of ik uit de bocht geschoten ben. Voordat ik dit als mening adapteer. Ja, nou ja, in eerste plaats denk ik dat Jort wel gelijk heeft. Je moet wel bedenken van over wie heb je het nu? Gaat het gewoon over gemiddelde burgers en een erfbelasting of over hele rijken? En welke percentages heb je het? Wordt het 20, is het 20%, wordt het 30%? Dat is toch iets anders dan dat je 70% moet afdragen? Mm-hmm. Maar als we die discussie even laten liggen en dan hierop ingaan. Ja, kijk, in een maatschappij waarin heel veel richtingloosheid is. Mm-hmm. En men ook grote discussie heeft over de koers van het land. Terwijl toch het gevoel bestaat dat de elite heel duidelijk een bepaalde globaliseringsagenda volgt. Ja, dan kun je echt absoluut wel afvragen. Of het, ben je wel blij dat het geld naar de staat gaat? Want ik denk dat het vroeger, reactionair zei. Reactionair is iemand die... Ja, die is niet alleen nostalgisch, maar die zou ook liever terug willen naar vroeger. Dat kan helemaal niet, ik ben het ook niet. Maar je kan wel natuurlijk als argument opgeven dat... ik denk dat het misschien 20 jaar geleden meer vanzelfsprekend was. Dat je dacht, ik heb ook een hoop gekregen van de staat. Ja. Mijn studie, de infrastructuur, mijn kinderen kunnen hier studeren. Dus ik geef wat terug. En ik kan me voorstellen dat we nu in een tijd leven waarin veel mensen zich niet meer terug herkennen in de staat. En je ziet het al bij bedrijven. Hè? Dus Willem Middelkoop heeft het er ook vaak over. Dan is die hier en vertelt hij weer over wie die allemaal ontmoet heeft. Die hem vraagt van naar welk land moet ik emigreren. Ik vind dat gebrek aan patriotisme. Ik zou me ervoor schamen. Maar je zou ook met trots. Ik bedoel, als je rijk bent en getalenteerd, moet je ook veel belasting betalen, denk ik. En dan moet je zorgen dat je toch desondanks rijk wordt. Ik zeg niet meer dan we betalen. Maar het hele idee van dat we soort naar een soort liberale wereld, libertaire wereld moeten zonder belasting, daar ben ik ook helemaal niet voor. Dus ja, ik snap wel ergens wat je bedoelt. Ja? Dat het wel de vraag is, ja, hoe wordt het geld dan besteed? Maar daar zou je ook als overheid oplossingen op kunnen bedenken. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou, extra erfbelasting kan geoormerkt. Dat is helemaal niet gek. Kan geoormerkt worden. Bijvoorbeeld dat men zegt, je mag een deel zelf schenken. Je moet zelf schenken. Dat zou leuk zijn. Je mag zelf bepalen waar het heen gaat. Ja, leuk hè? Nou, kan natuurlijk al. Maar dan hoef je weer geen erfbelasting te betalen. Maar dan geef je meteen aan een goed doel. Dat kan je sowieso natuurlijk doen. Dat kan je natuurlijk doen. Maar weet je, interessant is dat, kijk. Ze gebruiken natuurlijk altijd om... Je kan ook zeggen, oké, we hebben nu iets van 4 miljard in box 3. Daar zit geloof ik die successie ook zo'n beetje in. Het is maar 2,5 miljard successierecht volgens mij per jaar. Dus het is een klein bedragje. Weet je, de overheid geeft 450 miljard uit dit jaar. Dus we hebben het over. Het gaat stijgen. Dat gaat zeker stijgen. Maar van 2 naar 30, 40 miljard. Als een tariefsverhoging die je niet overleeft. Dat gaat niet lukken. Dat leidt gewoon tot heel veel vluchtkapitaal. Ik ben toch met dit soort dingen altijd een beetje rationeel. Ik denk van oké, als je daar wat geld weghaalt, kun je die belasting verlagen. Meestal willen ze dan alles verhogen. Maar ik denk dan, nou, je haalt dit efficiënt op. Dan kan je daar bijvoorbeeld 2, 3 miljard weghalen. Dat zou je moeten doen. En ik vind inderdaad, als je het sowieso dat je 10% van je belasting bijdragen zou moeten kunnen bestemmen ook. Dus eigenlijk op een belastingbiljet. We moeten niet alleen ieder jaar van de minister van Financiën een bedankbriefje krijgen waarin ook bedrag staat wat je betaald hebt. Gewoon openbaar maken. Maar ook ongeveer zeggen wat in Singapore gebeurt, wat je ermee doet. Je hoeft niet hele miljoenen noten mee te sturen, maar een aantal doelen. En bijvoorbeeld een burger de macht geven om een aantal dingen aan te wijzen waarvan hij vindt dat daar best wel wat meer geld naartoe mag. Ja. Dan gaat iedereen roepen zorg en onderwijs waarschijnlijk, vooral zorg, want dan zijn ze bang voor hun ouders. Ja. Maar dat moet dan maar. Ja. Dat is wel mooi. Het is een klein referendumpje in je belastingaangifte. Ja. Gaan ambtenaren nooit toegestaan. Is dat niet heel toestaan? Hij is ook heel dubbel op. Dat is ook... Nee, want ik vind het. Ik vind dat je er trots op moet zijn als je veel betaalt. Dat is een van de redenen dat ik het zelf bekend maak. Ik vind dat ik best wel grote bedragen heb betaald. Maar ik vind dat ik er weinig invloed op heb. En als ik nu doodga, ik heb geen nageslacht. Wil ik bijvoorbeeld wat mensen in mijn omgeving steunen met het geld dat ik dan bij elkaar heb gesprokkeld. En dan gaan die daar 60% belasting over betalen. Dat vind ik weer heel ongelooflijk merkwaardig. Dat dus als je dus trouwt met iemand of met kinderen, dat is dat 10%, 20%. Als je dan zegt, ja, maar ik hou van jou of van iemand anders en die geef ik jou, dat zeg je, ja, 60%. Dat nemen we niet serieus, die relatie. Dat is toch hopeloos? Ja, dat is inderdaad niet zo modern. Overigens, dit doet me wel denken aan iets anders. Namelijk, kijk, het is wel zo dat de overheid, zeg maar, de afgelopen, 14, 15 jaar heel erg groot beroep doet op het gezins- en familieleven. Ja.
En een voorbeeld daarvan vind ik het afschalen en uiteindelijk afschaffen van de bejaardentehuizen. Dus kijk, erfbelasting heeft ook iets te maken met continuïteit van families en zorg. En er is dus eigenlijk een veel grotere vraag, zorgvraag, neergelegd bij families. Dus je kunt dat extra geld ook wel als een compensatie zien. Hè? Dus aan de ene kant een samenleving waarvan je denkt, ja, richtingloos, waar gaat het geld heen? Aan de andere kant wordt een enorm veel groter beroep op ons gedaan dan vorige twee generaties. Die hadden toch meer publieke voorzieningen waar de mensen de laatste 10 jaar van hun leven verzorgd werden. Dus mensen hebben echt koppijn daarvan, vaak wel 10 jaar lang. Dus ik snap ook wel dat mensen denken, ja, maar ja, hoor eens, het huis van opa en oma, dat is wel voor ons. Nou, het wankelen van deze... Ik zeg niet dat het helemaal rationeel is, hoor, joh, deze redenering. Nee, maar ik snap wel dat dat een van... Hoewel wij aan langdurig zorg het meeste uitgeven van alle oefeningen. Het wankelen hiervan... Ja, dat is ook weer... Is dat je nu eigenlijk zegt dat iemand die dus die niet in aanmerking komt voor een erfenis, die zorgt waarschijnlijk net zo goed en net zo lang voor. Ja, dus maar het meest idiote voorstel wat je dus nu al voorziet, moet toch nog even iets over zeggen, is... Oké, en dan gaan we dus allemaal arme kinderen 20.000 of 30.000 of 100.000 euro geven. Het is een heel sympathiek idee, maar dan geven ze een bedrag ineens. En we weten allemaal wat daarmee gaat gebeuren. Nee, maar dat de D66-kinderen gaan van die ton een miljoen maken. Precies. En de andere kinderen rennen naar de fatbike-leverancier en die jassen het er in een jaar door. Nee, maar dat is ook... En dus wordt de kloof groter in plaats van kleiner. Je moet ze een opleiding geven. Ja. Je moet ze leren geld verdienen. En niet geld geven wat ze vervolgens kunnen wegsmijten. Zo. We zijn bij de vishengel aangekomen. We zijn bij de cultuur, ja. En we zijn ook bij het eind van deze uitzending aangekomen. Vond je het een beetje leuk? Ik vind het altijd leuk om gewoon eens even door te kunnen halen bij het publiek. Omroep is 12 minuten al schandalig, is een dissertatie. Dus nee, dat is... Leuk dat je was. Maar sorry dat ik niet altijd even scherp was, jongens. Het spijt me. Nou. Jullie willen ronde opvatting en ik moet standvastig zijn in wat ik 10 jaar geleden vond. Ja, maar ik vind... Vind ik nog wel, maar ik probeer er wel van na te denken. Nee, maar dat is ook een NPO-achtige, alsof ik jou probeer... Zeg nee, maar, jij bent erg van het vragen. Dat kun je ook heel goed, maar af en toe is het ook leuk om jou... Ja, dat is leuk dat je even... En die heb je af en toe gegeven. Ik ben niet verkiesbaar. Dus dat was, nou ja, maar dat is waar. Maar je bent wel een invloedrijk figuur, denk ik. Dat zou ik ook niet overdrijven. Dank u zeer voor deze aanwezigheid in uw prachtige studio met die fantastische bomen waar ik altijd zo van geniet. Ga straks een beetje azijn bij gooien. Dat zou ik niet doen. Want deze boom, in tegenstelling tot op sommige andere redacties, jongens, fijn floreren niet van... Word lid van ons kanaal en we zien jullie volgende week. Ja, dank jullie wel, heren. Bedankt voor het kijken. Dag.